Welkom bij het eerste enige echte Leidse vrouwendebat. Ook welkom aan alle kijkers thuis. Leuk dat jullie zijn gekomen. Ik zie ook wat mannen in de zaal. Goed dat ze durfden. Ja, het vrouwendebat, een bijzonder debat, want ja, de naam zegt het al. Een debat waar alleen vrouwen aan meedoen. Waarom doen we dat nou? Simpel. De politiek is van oudsher echt een witte mannenbolwerk. Ik zal even wat cijfers geven. Gemiddeld is slechts 30% in de gemeenteraad vrouw. Zo blijkt uit cijfers van Stem op een Vrouw. De meeste mannen, de voornamen van mannen die voorkomen zijn Jan, Peter en Henk. Op de kieslijst in Leiden voor de komende gemeenteraadsverkiezingen doen 321 mensen mee. En daarvan is 40% vrouw. Niet slecht, maar het kan beter. Ik wil jullie daarom laten zien welke goede vrouwen er de komende gemeenteraadsverkiezingen zich hebben gekandideerd. Ik wil mensen stimuleren om op een vrouw te stemmen en ook nog wel misschien andere vrouwen inspireren om zich te kandideren voor de volgende raadsperiode. Dus daarom dit vrouwendebat. Een debat zonder mansplaining, zonder manspreading en zonder seksistische onderwerpen. Heerlijk, toch? Ik neem jullie mee door het programma van vanmiddag. De debaters stellen zich zo even kort aan ons voor. En ik vraag ze ook even wat hun partij precies doet om meer vrouwen te werven voor een politieke partij. Dan gaan we naar de stellingen. En de stellingen zijn overigens algemene stellingen die voor heel Leiden gelden, dus niet echt alleen maar vrouwenzaken. De stellingen gaan we dan dus doen. We hebben drie echte stellingen. We hebben het over klimaat, over participatie en over veiligheid. En de vierde ronde is een korte vragenronde. En daar mogen jullie dan kort op reageren. Mijn partner in crime, Chris de Waard, een man ja, die loopt ook rond en die zal soms wat vragen stellen. En hij handelt de vragen in het publiek af. Nou, de voorstelronde. Ik vraag jullie één voor één even naar voren en dan stel ik een korte vraag. We beginnen bij Fleur Spijker, D66. Welkom. Hi. Fleur, goed dat je er bent. Hoe gaat het? Doet hij het? Ja, doet hij het? Nou, gaat heel goed. Sowieso in deze setting heel bijzonder dat je dit organiseert. Volgens mij is het heel lang geleden dat er een vrouwendebat was. Dus grote complimenten. Ja, dankjewel. En jij bent, je hebt niet heel veel introductie verder nodig. Je bent wel wethouder in Leiden. Klopt. Waarom ga je weer door? Ik ga door omdat het nog niet af is wat mij betreft. En zeker zo ook zo'n bouwportefeuille. Ik denk dat het heel goed is dat je dat ook twee periodes doet. Zeker om ook de verandering en de beweging die je in gang zet ook echt verder te kunnen brengen. Bouwprojecten duren heel lang. En we hebben natuurlijk de laatste periode ook vooral heel erg integraal de bouwprojecten aangepakt. Dus ik zeg ook verstedelijken is vergroenen en kwaliteit toevoegen. En dat zal je ook zien in de loop van de jaren. Dat zie je nu al. Ja. Maar dat gaan we echt verder brengen met elkaar. Daar mag je straks alles over vertellen. Jullie hebben het Els Borst netwerk. Wat doet dat precies? Ja, binnen D66 hebben wij het Els Borst netwerk. Els Borst, groot voorbeeld voor ons, ook minister gezondheid geweest. Helaas te vroeg overleden door de moord die op haar is gepleegd. Maar we hebben binnen D66 echt gezegd, er moeten echt meer vrouwen komen in die politiek. En vrouwen moeten ook geïnspireerd worden. En daar dient dat Els Borst netwerk voor. En er zijn heel veel vrouwen die deelnemen aan allerlei activiteiten van het Els Borst netwerk. We hebben overigens ook een diversiteitsnetwerk. Okay. En binnen het bestuur van D66 landelijk is ook iemand aangewezen die dit ook echt als project heeft, diversiteit, dus en inclusie. Ja, dankjewel. Dan de volgende dame. Je mag gaan zitten, Fleur. Wacht de microfoon. Ik wil nog wel even zeggen, want ik ben dus ook lijsttrekker. En ik heb wel gekeken, we hebben 12 partijen. En we hebben maar 3 vrouwelijke lijsttrekkers. En wat mij betreft gaan we er Leiden voor. We hebben weliswaar 40% op de lijst vrouw. Maar de volgende keer ook meer vrouwelijke lijsttrekkers. Ja. Woehoe. Dankjewel. Priscilia van Noord, GroenLinks. Yes. Je mag deze staat aan. Waarom wil jij de raad in, Priscilia? Ja, ik wil de raad in omdat ik graag wil dat iedereen in Leiden gelijke kansen heeft. Dat is echt mijn persoonlijke drijfveer. Ik wil dat het niet uitmaakt uit wat voor soort gezin je komt, voor in wat voor mooi huis je kan wonen of wat voor soort baan je kunt bereiken. Dat is voor mij heel persoonlijk waarom ik heel graag de raad in wil. En heeft GroenLinks ook een commissie die meer vrouwen werft? Ja, we hebben een scoutingcommissie die eigenlijk continu op zoek is naar goede vrouwen. Of vrouwen die geïnteresseerd zijn en die ook kunnen deelnemen aan de talentenpool. Ja. En daarmee dus ook training kunnen krijgen om vaardigheden te ontwikkelen die handig zijn in de politiek. Ja. Oké, dankjewel. En we zullen je zo weer verder horen. Alissa Voorwad, VVD. Bekend gezicht.
Hi. Ja, dankjewel. Jij wil ook verder? Door? Ja, zeker. Ja, ik wil ook graag verder door. Ja, ik ben de nummer 2 voor de VVD hier in Leiden. En de afgelopen 4 jaar heb ik me al mogen inzetten als raadslid. Maar Leiden is fantastisch, maar het kan altijd nog beter. Dus daar hoop ik me de komende 4 jaar weer opnieuw voor in te zetten. Waarom is het belangrijk dat vrouwen ook de politiek ingaan? Ik denk dat we allemaal hebben gezien ook, en ook in allerlei bedrijven, dat als je meer diversiteit hebt binnen het bedrijf, dat dat ook helpt om goede beslissingen te maken. Dus ik denk dat het daarom ook zeker in de politiek belangrijk is dat er meer vrouwen zijn om ook die standpunten en die kant te vertegenwoordigen. Ja, nou, mooi gezegd, dankjewel Lissa. Volgende vrouw, Bo Lemmens, PvdA. Welkom Bo. Waarom wil jij de raad in? Ik wil de raad in omdat ik geloof erin dat het niet uit mag maken waar je vandaan komt, wie je bent en wat je doet, om alles eruit te kunnen halen wat in je zit. En daar wil ik mijn kaart voor gaan inzetten, met andere leden van de PvdA natuurlijk. En hoe is het met vrouwen gesteld in de PvdA? Ja, eigenlijk heel goed. We hebben een fantastisch rode vrouwennetwerk in Leiden. Ze zijn hier ook in de zaal, daar ben ik heel blij mee. We hebben de fractievoorzitter in de Tweede Kamer is vrouw. De fractievoorzitter in de Eerste Kamer is vrouw. Onze landelijk voorzitter is vrouw. Onze fractievoorzitter in het Europees Parlement is vrouw. Dus ik denk dat wij laten zien dat je binnen de Partij van de Arbeid als vrouw het heel ver kunt schoppen. En daar ben ik heel trots op. Nou, dankjewel. Volgende vrouw, Josine Heijnen, CDA. Yes, hallo. Bekend gezicht weer. Ja. Leuk dat je weer verder gaat. Ja, even een klein, hoe zeg je dat, puntje voor jou. Van de 30 personen op jouw lijst zijn er maar 8 vrouwen. Ja, dat is een twijfelachtige statistiek om aan te vullen. Die heb ik ook even gehoord gisteren. Dus ik heb daar met onze voorzitter over gebeld, vrouw Arine. Ja, en dat is natuurlijk geen goede statistiek. We hebben wel zo dat we heel veel lijstduwers gevraagd hebben die dan man zijn, die ook verder dus niet zeg maar verkiesbaar staan. Ja, dat is iets waar we hard aan werken. En ik zelf ook, hè, op een borrel, dan spreek ik altijd jonge meiden aan. Dan zeg ik, nou, het is zo makkelijk. Een paar jaar geleden stak ik mijn hand op en here we are. Dus doe het gewoon. Ja. En we hebben 2 jaar lang niet geborreld, dus misschien is dat de reden dat we minder vrouwen hebben. Hey, wat is er zo leuk aan politiek in Leiden bedrijven? Ik ben zelf ondernemer en ik vind het ook belangrijk om veel ondernemers in de politiek te hebben. Dus dat vind ik wel een leuke combinatie. Ik vind het ook best wel gezellig en heel leerzaam. En wat is er verder leuk aan? Ja, er zijn gewoon grote projecten waar je ook wel ziet dat ook je eigen emotie of verhoudingen in partijen toch ook wel eens opspelen. Dus ja, leuk zou ik het misschien niet moeten noemen, ook al is het interessant. Ja, precies. Aan te raden voor andere vrouwen. Dat sowieso. Ja, goed, nou dankjewel. We zullen zo verder horen. Ga ik naar Partij voor de Dieren, Martine van Schaik. Vrouwelijke lijsttrekker. Ja. Waarom ga jij verder in de politiek? Ja, dankjewel. Ik wil heel graag verder in de Leidse politiek, omdat ik ben gewoon een onverbeterlijke wereldverbeteraar. En ik wil graag starten in Leiden. En ik wil me inzetten voor klimaat, tegen klimaatverandering, voor dieren, voor meer groen in de stad. Dus daarom wil ik heel graag door nog 4 jaar in de raad. En ook voor meer vrouwen in de politiek? Ja, want op dit moment ben ik de enige vrouwelijke fractievoorzitter in de Leidse raad. En dat is echt... Ja, eigenlijk schrikbarend dat het in deze tijd nog gebeurt. Net zei je het al, er zijn maar 3 vrouwelijke lijsttrekkers. Dat zijn echt scores die horen bij een periode van heel veel jaren terug. Ja. Dus dat moet echt beter. Ja, nou, misschien kunnen we hiermee een verschil maken. Dankjewel Martine. Gaan we snel door naar de volgende vrouw, Roos van Gelderen, SP. Bekend gezicht van een tijdje geleden, hè? Je was wethouder. Ja, dankjewel. Ja. Het gezicht is al 58 jaar oud, dus verandert wel in de loop van de jaren. Maar ik sta op nummer 6. Je was wethouder en je bent nu terug... Klopt, dus 2010, 2018 wethouder jeugdzorg en welzijn geweest. En weer heel veel zin eigenlijk om ook op de voorgrond actief te zijn in de politiek. In de afgelopen 4 jaren ben ik dat natuurlijk ook geweest, maar wat meer op de achtergrond. En dat wilde ik eigenlijk ook nu nog wel kwijt. De politiek. We doen altijd alsof de politiek alleen in de Tweede Kamer en in de gemeenteraad plaatsvindt. Maar de politiek vindt overal plaats en vooral op straat. Of bij organisaties. Ik hoop heel erg dat het aandeel vrouwen daar toch wel minimaal de helft is. Of misschien zelfs meer. Wel meer. Ja. Ja, mooi streven. Zullen we naar de volgende vrouw gaan? Dan spreek je juist weer. Geef de microfoon maar aan mij. Dankjewel. Betty Verkuijlen, partijsleutelstad, niet van Omroep Sleutelstad. Alsjeblieft. Goede reclame. Dat hebben jullie wel goed geregeld. Ja, waarom wil jij de raad in, Betty?
Ja, ik wil de raad in, omdat ik hoorde het Bo ook zeggen. Het heel goed is om divers in de maatschappij te staan. En mensen van allerlei niveaus en met ervaringen daar te hebben. En zelf ben ik moeder van een paar kinderen. En ja, de woningbouw gaat me toch echt aan het hart. Dus dat was ook een van de belangrijke redenen voor mij. Ja. Hoe is het met vrouwen gesteld in jouw partij? Nou, bij ons is het wel goed. Wij zitten iets hoger dan het gemiddelde, landelijk gemiddelde. We zitten bijna aan 50% vrouwen die op de lijst staat. Wat moet ik meer zeggen? Ja. En wat ook wel leuk is om te vertellen, de leden die zich aanmelden de afgelopen tijd, is voornamelijk vrouw bij ons. Oh. Dus dat is ook. Nou, goed. Dus wie weet, over 4 jaar veel meer vrouwen. Ja, ik hoop het. Dankjewel. Ga ik naar de volgende vrouw. Dat is Janine Clement, ChristenUnie. Niet aanwezig? Oh wel, daar, sorry, hier zit je. Je zat achterin. Hoi Janine. Hallo. Welkom. Dankjewel. Waarom wil jij de raad in? Nou, ik wil weer de raad in. Ja. Ik ben in het verleden tussen 1998 en 2010 actief geweest als raadslid en duo-raadslid voor de ChristenUnie. Ik heb een aantal jaren pauze gehad, dat is ook wel goed, om gewoon met een nieuwe frisse blik. En nou wil ik gewoon weer terug. Ik vind het fijn om bij te mogen dragen gewoon aan het bestuur, de lange termijn van deze stad. En gewoon te zoeken naar hoe je als overheid het goede kunt zoeken voor deze stad en voor deze burgers. Ja. Heb je veel vrouwen binnen jouw partij? Volgens mij wel. En we hebben ook een hele actieve jongerenvereniging waar heel veel vrouwen ook in zitten. Dus die doorstroming, zeker vanaf de jongeren, is zeker wel gegarandeerd. En ik heb er zelf helemaal nooit gemerkt dat we heel veel moeite zouden hebben om vrouwen aan te trekken. En jullie lukt dat goed? Wij doen dat in dat opzicht, boven verwachting gaat dat gewoon goed. Nou goed, goed om te horen. Dankjewel, Janine. Gaan we naar de volgende vrouw van Leiden Participeert, Priti Rana. Welkom, Priti. Alsjeblieft, de microfoon mag ik vast houden. Sinds gisteravond ben je wel een beetje berucht, volgens mij, toch? Berucht? Je zei dat de burgemeester moest aftreden. Ja, dat klopt. Ja. Volgens mij speelt het al een week. Ja. Dus op zich is die beruchtheid al een week bekend. Oh, ja. En dat heb ik ook onderbouwd waarom ik dat heb gevonden. Dus iedereen die de mooie interview van Sleutelstad heeft gezien, weet ook wat ik daar heb gezegd. Ja. Dus iedereen kent jou nu wel. Jouw partij, Leiden Participeert, heeft 4 personen van de 7 zijn vrouw. Ja. Dus dat is best wel goed. Hoe hebben jullie dat geregeld? Toen wij besloten dat ik lijsttrekker werd, vond ik het ook heel erg belangrijk dat ze ook de juiste vertegenwoordiging gaan bieden. Want Leiden Participeert, de naam zegt het al, we richten ons op inspraak en participatie van alle burgers. Maar wat ons heel erg opvalt is dat het aantal vrouwen nog steeds in de politiek, ook in de bedrijfswereld, gewoon veel te laag is. En als partij begint het bij jezelf om die vertegenwoordiging op orde te hebben. En dat hebben we gedaan. Dus inderdaad, meerderheid is vrouw. Daarnaast laten we ook zien dat wij vrouwen hebben met verschillende expertises en achtergronden. Dat maakt ons sterk. En dat vrouwelijk leiderschap is dus dat wij uitdragen, samen met de andere vrouwen, natuurlijk ook de heren, op onze lijst. Dat samen doen we het immers. Dankjewel, Priti. Ga ik naar de volgende partij. Dankjewel. Studenten voor Leiden, Cato Wegge. Nieuwe partij in Leiden, hè? Ja, klopt. Nieuwe partij was ook echt nodig. Ja. In onze optiek was het absoluut nodig. Leiden is een studentenstad, dus logisch lijkt me ook. Ja, dat lijkt mij ook. Ja. Hoe is het met de vrouwen gesteld bij Studenten voor Leiden? Goed. Ja, we hebben echt wel heel veel vrouwen binnen de partij. Het werd net eerder eventjes gezegd, het is lastig om geschikte vrouwen te vinden. Ik denk dat dat onzin is. Ik denk, doe je ogen open en je ziet een geschikte vrouw. Het is meer, voor ons was het echt de uitdaging om vrouwen te vinden die het gevoel hadden dat ze ook echt het konden. Mm-hmm. En ook echt zich geroepen voelden om het ook echt te doen. Ik denk dat daar voor een heel groot gedeelte de issue ligt in Leiden. Vinden vrouwen het lastiger om zich kandidaat te stellen, denk je? Dat ze geschikter voor zijn? Nou ja, van wat ik om me heen hoor, in ieder geval wat bij ons in mijn omgeving en in onze leeftijdsgroep speelt, absoluut wel. En ik denk dat het daarom heel erg belangrijk is om als, in ieder geval als partij, maar als gemeenteraad ons in te zetten op echt educatie. Ja. Dus educatie voor jonge vrouwen, voor meisjes. Hey, luister, je bent geschikt. Dit is het verschil wat je kan maken. Grijp die kans. Pak die kans om het verschil te maken. En tegelijkertijd voor jonge mannen. Kijk dat het verschil er nog wel is. Ik krijg zelf heel vaak terug, zeker ook een vrouwendebat,
zoals wij hier nu allemaal zitten, heb ik meerdere keren teruggekregen. Is dat nog nodig dan? Ja. Het is toch 2022, hoezo een vrouwendebat? Dat is omdat het probleem nog niet is opgelost. De kansenongelijkheid is er nog. En we moeten ook jonge vrouwen leren dat het normaal is om je daartegen uit te spreken. Ja. Nou, dankjewel voor je bijdrage. Ik ben benieuwd naar jouw bijdrage in het debat. Zo. De laatste partij voor vanavond, Klimaatactie Nu, Wieteke Huizer. Welkom, Wieteke. Ja, dankjewel, dankjewel. Drukke tijd voor jou? Ja, kan je wel zeggen, ja. Het is, je doet dit toch als een nieuwe partij naast mijn werk. Moederschap, ik probeer af en toe ook nog wat sporten erin te krijgen, maar dat is nu pijnlijk achterwege. Sociaal leven. Ja, precies. Ja. En nou ja, nu dat corona voorbij is, probeer ik ook weer een... Of voorbij, het is niet voorbij. We doen alsof iets het voorbij minder, is. Ja. Probeer ik ook inderdaad weer een sociaal leven op te bouwen. Maar ja, het moet. Ik vind het echt belangrijk. Hè. Klimaatactie, nou ja, goed. Klimaat. Voor mij staat klimaat nummer 1. Ik probeer dat ook altijd het beste uit te leggen in een meer een anekdote. Zo zat ik bijvoorbeeld 2 weken geleden met mijn oudste zoontje. Ik heb er 1 van 5 en 1 van 8. Zat het Jeugdjournaal te kijken. Dat is waar ik tegenwoordig mijn kennis vandaan haal namelijk. En toen begon de weerman te praten over... Nou, dus eigenlijk hebben we deze winter geen enkele dag met vorst gehad. Toen zei hij van nou ja, en dat is iets wat heel zeldzaam gaat worden. We krijgen eigenlijk, hè, de kinderen die nu opgroeien... gaan eigenlijk nog maar 1 of 2 of een paar keer meemaken... dat er een witte Hollandse winter is. En verder is het er niet meer. En de kinderen van de kinderen die nu opgroeien... Mijn kleinkinderen, dus zo ver weg is het al niet, die gaan het dan niet meer meemaken. Dus de weerman zei ook van, ja, dan zou het eigenlijk zover kunnen zijn dat we moeten uitleggen wat het is, wat sneeuw werkelijk is. Nou ja, en mijn zoontje die zat echt zo'n beetje op duus te kijken en die barst in huilen uit. Ja. En die zat echt van, ja, maar mama, het was vorig jaar zo leuk en we zouden gaan, hè, we zijn gaan sleeën en ik wil dat ook en ik wil dat ook meegeven aan mijn kinderen. En ik wil ook die papa zijn die van dat sleetje. En ja, weet je, mijn hart breekt. Ik sta daar ook met een mond vol tanden. En ik denk, ja, wat doe ik daaraan? Wat moet eraan? Toen dacht ik, ja, weet je, er moet gewoon actie komen. En nu. Ja, en nu, ja. En nu, precies. Ja. Dus vandaar, ja, klimaatactie nu. Ja. Dus het is voor mij een moedje waar ik echt wel voor inzet. Maar het moet. Voor de toekomst, ja. Dankjewel. We gaan jou zo, je bijdrage zo zien in het debat. Ja, dankjewel. Ik geef de microfoon maar. Dat was de voorstelronde. Dank jullie wel, allemaal dames, om jullie even te leren kennen. Laten we debatteren maar beginnen, zou ik zeggen. Ik wil jullie vragen om elkaar goed uit te laten spreken en niet op de vrouw te spelen. De eerste stelling. We gaan het hebben over veiligheid. Daarvoor wil ik graag naar voren roepen Partij Sleutelstad, Betty Verkuijlen, D66, Fleur Spijker, de VVD, Alissa, Voorwald en Studenten voor Leiden, Cato Wegge. Als jullie je kaartje kunnen meenemen, dan weet iedereen wie jullie zijn. Iedereen staat goed. Nou, veiligheid, daar gaat de eerste stelling over. We weten allemaal nog, een aantal jaar geleden was er een aanrander actief op de Haarlemmerstraat die niet van jonge vrouwen kon afblijven. Daarom vond ik het belangrijk om deze stelling, dit onderwerp te bespreken met jullie. Maar de stelling is, er moeten meer BOA's en camera toezicht komen om veiligheid aan alle mensen op straat te bieden. Ik wil bij Alissa, VVD, beginnen. Even kijken of deze het doet. Ja, die doet het volgens mij. Als VVD zijn we het helemaal eens met deze stelling. We vinden het heel belangrijk dat er inderdaad meer BOA's in onze stad komen. En dat ook op plekken waarvan we weten dat er veel incidenten zijn die te maken hebben met veiligheid, dat er daar ook meer camera's komen. Dat betekent niet dat we lukraak overal zomaar camera's gaan ophangen, maar wel op plekken waar het er echt toe doet. Maar wat ons betreft is het wel een en-en-en-situatie. Het is niet alleen maar BOA's verder alleen maar cameratoezicht. Er zijn ook meer zaken die je kunt doen. Denk bijvoorbeeld aan extra straatverlichting of bijvoorbeeld openbaar groen op bepaalde plekken bijsnoeien, zodat ook het veiligheidsgevoel verbetert. Want ik denk dat we allemaal de verhalen kennen van de vrouwen die 's avonds een rondje willen hardlopen, maar zich daar niet veilig bij voelen. Omdat er nog steegjes zijn die donker zijn of bepaalde straten in wijken die best wel smal zijn met veel groen. En dat is gewoon vrij beschut en daar voelen mensen zich niet altijd veilig. Dus het is en-en-en, BOA's en cameratoezicht en ook kijken hoe we openbare verlichting en groen kunnen verbeteren. Ja. Fleur, wil jij daarop reageren?
Ja, D66 staat ook echt voor veiligheid. Hè? En dat geldt voor iedereen. Iedereen in de stad moet zich ook veilig kunnen voelen. Dus, en daar houden we ook echt goed rekening mee, waar we ook nieuwbouw plegen. Wat mij betreft ook echt een heel belangrijk item. Als ik kijk wat we daar dan aan moeten doen, dan staat D66 ook voor inzet van BOA's. Hè? We zeggen ook waar BOA's ingezet worden, liever voor onze leefbaarheid en veiligheid in plaats van parkeerboetes uitdelen. Wij zijn ook erg voor de inzet van wijkagenten. En als we kijken hoe de wijkagenten functioneren nu, zie je vaak dat ze een heel groot gebied beveiligen. En wij zeggen, ja, zet die wijkagent ook echt op een wijk. Dus dat betekent misschien ook wel een verhoogde maat van inzet van wijkagenten. Wij zijn in beginsel niet voor meer cameratoezicht. Wij hebben wel enkele uitzonderingen. We zeggen van ja, echt in urgente situaties, maar dat zien we op dit moment niet. Waar we vooral op in willen zetten, want die cameratoezicht, of het cameratoezicht ziet ook heel erg wat ons betreft op schijnveiligheid. Waar we vooral op in willen zetten is de inrichting van de ruimte. Dus inderdaad door verlichting. En Daan Rozengaarde heeft bijvoorbeeld in Eindhoven een heel mooi fietspad met allemaal verlichting. Je hebt in Eindhoven heb je ook de rode loper, waardoor je inderdaad in bepaalde uitgangsgebieden je ook veilig voelt. Nou, op die manier kan je ook echt aan de slag met elkaar met die veiligheid. En je zou bij wijze van spreken ook voor Leiden kunnen kijken, waar zitten nou die plekken waar je nu niet prettig voelt. En dat je daar dus met elkaar echt aan de slag gaat. Wat is er dan zo erg aan cameratoezicht? Nou kijk, cameratoezicht tast natuurlijk echt wel de privacy aan. We hebben al op bepaalde plekken cameratoezicht, ook in verband met verkeer. Hè. Maar het cameratoezicht is wat ons betreft niet nodig voor de inzet van veiligheid, waar het gaat om het controleren. Het zou natuurlijk voor bepaalde mensen ook het gevoel kunnen geven dat het wel veilig is. Maar vaak is het ook echt schijnveiligheid. Dus wat ik merk aan de gesprekken die ik voer, zit het heel erg in de tunneltjes, in de plekjes waarvan je echt denkt, daar wil ik gewoon niet lopen. Ik heb bijvoorbeeld zelf veel hard gelopen in Kronenstein. En op een gegeven moment is in de weg allerlei verlichting aangebracht. En dat voelt gewoon echt een stuk veiliger. Kijk naar mijn linkerkant, Betty. Die doet het ook, ja. Partij Sleutelstad is voor meer BOA's, sluit zich ook aan bij de VVD. Ook voor meer cameratoezicht, omdat de burger zich daar veilig bij waant. En in Leiden is het op dit moment ook, wij geven eigenlijk minder geld uit aan BOA's als het gemiddelde met vergelijkbare steden. Ja. Dus als het aan Partij Sleutelstad had gelegen, hadden we de afgelopen 4 jaar al meer BOA's op straat gehad. Voor ons stokpaardje is dan wel heel erg belangrijk dat het wel in samenspraak gaat met de bewoners van waar de camera's komen hangen. In verband met privacy. Ja. Dus. Cato, voor jouw partij speelt het denk ik wel, hè? Want het waren vooral studenten die werden lastiggevallen. Ja, nee, absoluut. Ja, als we het hebben over. Deze staat een stukje harder dan de andere. Nee, absoluut. Ja, als we het hebben over veiligheid op straat, dan is zeker voor ik als jonge vrouwelijke student, is het echt niet. Het voelt niet veilig op straat als het donker is. Dus dan hebben we het inderdaad over. Als er camera's hangen, voel ik me er prettiger bij. Niet alleen omdat ik weet dat als er iets gebeurt, dat de dader sneller opgespoord kan worden. Maar ook als preventie. Het gaat ook heel erg in dat mensen zich blijkbaar comfortabel genoeg voelen in onze binnenstad. Om dus bijvoorbeeld een zedendelict te plegen. Dat is niet oké. Dus daarin zijn wij als partij absoluut voor camera's, voor verlichting. Het werd inderdaad al een paar keer genoemd. Meer verlichting, zeker in dat soort kleine steegjes. Ik ben zelf een student. Ik heb een groep vriendinnen. Die zijn ook allemaal student. En die voelen zich echt niet prettig genoeg om in een eentje in het donker door onze eigen stad te fietsen of te lopen. Dat is niet oké. Vervolgens BOA's. Ook voor. We zijn ook voor een bredere inzet met BOA's. Ik heb vannacht meegelopen met de politie een nachtshift. Vandaar dat mijn stem een beetje kraakt. Het was erg koud. En zij zeggen ook, joh, verlichting zou helpen. Camera's zou helpen. Ik heb zelf vannacht nog een rondje door een buurt gelopen op zoek naar camera's. Of mensen misschien zo'n ringdoorbel hadden. Of dat er misschien iets
gesignaleerd zou kunnen worden. Dat was niet het geval. Dat is niet een prettig gevoel. Het is het gevoel dat mensen zich niet veilig voelen in onze binnenstad, wat wij moeten aanpakken. En zeker voor studenten is dit inderdaad iets wat meer dan ooit echt heel erg speelt. Ja, de burgemeester deed destijds niet een hele handige oplossing voor studenten toekomen, hè, met de Arander. Wat was het ook alweer? Nou ja, allereerst werd er gezegd dat het probleem er eigenlijk niet was. Althans, het was er wel, maar het was er niet meer dan eerder. Wat misschien waar is, maar het is het feit dat studenten zich niet veilig voelen. Ja. En voor mijn gevoel en voor ons gevoel als partij is daar op dat moment niet adequaat op gereageerd. Er zijn gesprekken georganiseerd in crisistijd. Waarom alleen maar in crisistijd? Waarom voeren we dat gesprek nu niet meer? Want de concrete dader van alleen toen, die dreiging is er misschien af. Ook misschien niet eens helemaal. Maar het gevoel is er nog. Het speelt wel nog. Er wordt vanuit studentenverenigingen zoveel georganiseerd om die veiligheid wel terug te krijgen. Wat, dat gevoel van veiligheid. Wat doen jullie, de vereniging dan bijvoorbeeld? Ik ben zelf lid bij LVVS Augustinus. Ja. En hier worden acties georganiseerd. Bijvoorbeeld, iedereen draagt iets roods, een rood kledingstuk. Dus het zijn stille protesten van dat er iets anders moet gebeuren. Er zijn praatgroepen. En onderling, onder studenten, voelen we ons heel erg prettig om en heel erg op ons gemak om er bepaalde issues wel te bespreken, bepaalde angsten wel te bespreken. Daarom is het zo belangrijk dat we ook vanuit de raad, ook vanuit de politiek, omdat het een afspiegeling moet zijn van de maatschappij waarin we leven, dat daar ook studenten in zitten, dat daar mensen in zitten waarbij wij ons prettig genoeg voelen om te denken, ja, ik stel me een keer kwetsbaar op. En dat het niet meteen als paradepaardje wordt gebruikt van, oh ja, nou kijk, we hebben met studenten gepraat, check. Waarom voeren we dat gesprek nu niet meer? Waarom komt dat initiatief vanuit ons? Ik ga zo op reageren. Ja, reageer. Fleur. Ja, eigenlijk werd er net een heel belangrijk punt aangesneden. Hè? Want duiken we met elkaar weer in de maatregelen. Terwijl ik denk, waar zit het? Het zit er gewoon in dat mannen van vrouwen of mannen van mannen af moeten blijven. En laten we daar ook mee aan de slag gaan, dat we elkaar daarop aanspreken. En juist in deze tijd. En vervolgens, als je dan kijkt, wat is nodig? Nou, ik heb vanuit D66 dus ook gezegd verhoogde mate inzet BOA en wijkagent. Maar wat mij betreft komt er inderdaad een actieplan. Een actieplan waarin we kijken hoe we dus met dit onderwerp aan de slag gaan. Dat we ook echt kijken, wat mij betreft zit de wijkagent daarbij, of in ieder geval de politie, de studentenverenigingen, een afspiegeling van hier mensen uit Leiden, de politiek. En dat je daar met elkaar overlegt, hè, wat je hier aan kunt doen. Dat is echt heel belangrijk. En wat mij betreft wordt er dus ook gekeken naar die plekken in de stad waar het onveilig voelt en waar je dus echt door maatregelen, door verlichting en andere zaken kan zorgen dat je toch daardoorheen durft te lopen en te fietsen. Alissa wilde wat zeggen? Ja, dankjewel. Ja, want volgens mij werd er net ook nog gerefereerd naar wat de burgemeester in die situatie toen zei. Wat was dat ook alweer? Ja, dat was dat er vrouwen werd geadviseerd om zich door mannen te laten thuisbrengen, zodat we veilig over straat konden. En ja, natuurlijk helpt dat misschien ergens wel, maar mannen moeten in de eerste plaats gewoon van vrouwen afblijven. En dat is nou echt het probleem. En als je het dan hebt over een actieplan, vind ik heel goed. Maar wij hebben als VVD net samen met PvdA een actieplan gepresenteerd. Ook voor straatintimidatie daar ook toe opgeroepen. En wij vinden het echt heel belangrijk dat daar snel mee aan de slag wordt gegaan. Want op dit moment is straatintimidatie nog niet strafbaar. Maar landelijk wordt er gelukkig eindelijk werk van gemaakt. En we willen ook dat we daar in Leiden zo snel mogelijk mee van start gaan. En dat zit hem in meerdere dingen. Dat zit hem in preventie, voorlichting op scholen. Om dus te zorgen dat en mannen en vrouwen zich gewoon weten te gedragen, zodat iedereen veilig over straat kan. Maar bijvoorbeeld ook een app waarin je gelijk direct laagdrempelige melding kunt maken als er zo'n onveilige situatie is geweest. En daarnaast is inderdaad ook die verlichting bijvoorbeeld. Ja. Cato, jij wilde wat zeggen? Er werd inderdaad net gezegd van, joh, we willen heel graag met een plan komen. Dat willen wij in de toekomst gaan doen om die preventie aan te gaan. En daarin vind ik het gewoon heel lastig om te geloven, at this point, dat het gaat gebeuren. Want we hebben zo lang de tijd gehad. In crisistijd is er gereageerd. De studenten zijn blijkbaar niet allemaal bereikt, want We voelen ons nog steeds heel erg onveilig. Het probleem is niet opgelost. Dat is het veiligheidsgevoel op straat. Waarom komt er een plan? Want meerdere partijen hebben in de raad gezeten, geloof het of niet, afgelopen
jaren. Waarom spreken we nu in verkiezingstijd over er komt een plan? Waarom is dat plan er niet al geweest? Waarom zetten we nu niet in de periode dat we het plan aan het uitvoeren zijn? Ja, Betty. Dank je. Ja, nou ja, ik geef je gelijk. We hebben ook een rapport van Veiligheid in Cijfers, die gereikt tot 2020. En daar zien we in dat er een stijgende lijn in de criminaliteit is. Dus eigenlijk lopen we achter de feiten aan. En ja, de accurate cijfers zijn er niet. Maar aangezien het een gestijgende lijn is, is het een aanname van mij. Maar ik denk dat het echt tijd is om echt met camera's en meer boa's en verlichting en alles wat nodig is om onze stad een veilig gevoel aan de burgers te kunnen geven. Is privacy dan minder belangrijk? Is privacy, nou kijk, wij zeggen wel doe het in overleg met de omwonenden waar de camera's komen hangen. Maar ik denk uiteindelijk dat burgers veiligheid toch ook net een tandje belangrijker vinden voor hun eigen kinderen. Ja. En dan het feit dat er een camera tijdelijk op plekken meekijkt waar het nodig is. Ja. Mag ik daarop ingaan? Ja. Want dat is voor een ieder denk ik echt anders. Dus vandaar ook dat je echt mensen sowieso altijd moet betrekken. Hè? Dat zeggen we ook als D66 en daar wil ik eigenlijk ook nog wel aan toevoegen. Wij hebben bijvoorbeeld ook in ons verkiezingsprogramma staan om te kijken bij alle beleid wat we invoeren, en dat geldt dus ook voor veiligheidsbeleid, om het dan vanuit een diverse bril te bekijken. Omdat er bijvoorbeeld door Perez is een heel mooi boek geschreven over dat heel veel beleid en dingen die we in de stad doen ook vanuit eenzijdige ogen wordt bekeken, ook veelal mannen. En wij zeggen dat moet echt vanuit die diversiteitsbril. Want hier hebben we natuurlijk vandaag veel over vrouwen, maar het gaat vooral om diversiteit. Dat je vanuit verschillende blikken kijkt naar wat nodig is in de stad. En dat vind ik wel belangrijk om te zeggen. Namelijk alles wat we doen in onze stad, ja, daar moeten we echt kijken van ja, op welke wijze, bijvoorbeeld hier op veiligheid, draagt dat echt bij tot het gevoel van veiligheid en de veiligheid zelf. Ja, Kato, ga je gang. Ja, want als we het dan hebben over de diversiteitsbril, hè, en we willen met verschillende mensen in gesprek gaan over hè, hoe kunnen we bepaalde problemen oplossen, dan is het dus extra schrijnend dat het gesprek met studenten ergens op een of andere manier is opgehouden. Want tuurlijk, ik ben het er helemaal mee eens dat we met verschillende groepen altijd in gesprek moeten blijven. Waarom gebeurt dat dan niet? Waarom zijn dat beloftes die gemaakt worden in verkiezingstijd en in crisistijd? En zien mensen daar vervolgens gewoon toch echt een heel stuk minder van terug? En zijn er belangrijkere dingen voor de partijen in de raad dan sociale veiligheid? Ja, reageer maar. Zijn er belangrijke dingen dan dit? Lisa. Nou, ik wil Kato even bijvallen, want ik denk dat er best wel wat partijen zijn in de raad die zich hiervoor voor inzetten. Voor die veiligheid van iedereen op straat, maar ook voor vrouwen. Maar je ziet ook afgelopen raadsperiode dat de partijen die bereid waren om camera's te plaatsen op juist die plekken waar om wordt gevraagd, ook vanuit de studentenpopulatie, dat we niet een meerderheid hadden. Dus dat is niet gelukt. Dus het is niet alleen een verkiezingsbelofte, maar het is ook een harde oproep dat mensen, als ze dit heel belangrijk vinden, juist op die partijen moeten stemmen die dus hier nu vandaag hier verpleiten voor die veiligheid en dat toezicht. Fleur. Daar wil ik in principe wel op ingaan, omdat wij vooral ook inzetten op andere maatregelen. En daar verschillen we echt van mening. Van ja, in hoeverre camera's bijdragen aan de veiligheid. En al zeggen wij als D66, we zijn niet per definitie tegen. Maar in beginsel zeggen we, is dat niet nodig. En zouden wij vooral ook zien dat door inzet van BOA's, wijkagenten, maatregelen die je neemt in de inrichting van je openbare ruimte, dat je op die manier de veiligheid garandeert. En vooral, stap 1, mensen moeten van andere mensen afblijven als ze daar gewoon, als ze dat niet willen. En laten we daar ook op inzetten met elkaar, in plaats van onze hele stad volhangen met camera's, want dat gaat echt niet het probleem oplossen. Hoe zou je dat dan al bij mannen in dit geval, die aan andere mannen en jonge vrouwen zitten, hoe zou je dat dan kunnen leren dat ze dat niet moeten doen? Dat gaat er eigenlijk bij de opvoeding natuurlijk. Toch, Fleur? Ja, ik vind dat is hoe wij met elkaar samenleven. Ja. Dus dat gebeurt inderdaad al in de opvoeding, op de scholen. Hoe we met elkaar zelf omgaan. Hoe wij bijvoorbeeld als groep zijnde straks, hè, als we hierna nog een koffie of een borreltje doen,
hoe we elkaar aanspreken op gedrag wat eigenlijk niet acceptabel is, omdat de ander gewoon dat onprettig vindt. En dit is natuurlijk ook een kwestie die in onze samenleving best wel nu heel erg actueel en urgent is. En ik denk echt dat we daar met elkaar ook die slag moeten gaan maken. Als je iets ziet en iets constateert, dat je dat ook met elkaar bespreekt. En het begint inderdaad ook al gewoon van jongs af aan. Ja. Je moet elkaar respecteren. Het gaat vooral ook om respect. Mensen moeten niet aan andere mensen zitten als mensen dat niet willen. Ja. Cato, ik vroeg me nog af, kom zo bij jou, Patty. Wat zijn dan een beetje de onveilige plekken in Leiden? Welke zijn er plekken die je mijt als student? Nou, sowieso de steegjes. Ik denk dat heel veel, niet alleen studenten, maar heel veel vrouwen, als het donker is, de steegjes, nou, liever over een wat beter verlicht stukje lopen. Dus dat zijn sowieso de plekken die ik mijd. Maar er zijn ook heel veel plekken die ik niet kan mijden. Noem de Haarlemmerstraat, waar dus ongelooflijk veel zedendelicten hebben plaatsgevonden. Die kan ik soms niet mijden, want dat zijn de beste plekken waar ik kan lopen. Dus, maar in ieder geval de donkere steegjes, dat mijd ik sowieso. Parkjes, ja. Absoluut. Die zijn vaak ook niet zo goed verlicht. En gewoon plekken. Het is ook heel erg een gevoelskwestie. Wat ik eerder ook zei, over dat daarom het probleem nog niet is opgelost. We voelen ons nog niet veilig. Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat het gevoel heerst, sterker is. Inderdaad, parkjes, steegjes, enge plekjes, hoekjes. Maar het gevoel is overal. Dus we moeten door de hele stad ons gaan inzetten dat dit echt een ongelooflijk groot probleem is. Ja. Betty, jij wilde wat zeggen? Ja, ook even hier op inhakend. Het gevoel klopt, want de cijfers zeggen het. Ja. Dus, en waar ik ook op wilde inhaken is toch over de camera's weer. De pakkans is gewoon groter voor als er camera's. We kunnen terugkijken en daardoor voorkom je dat zo'nzelfde, als we het over de aanrander hebben, tot 3 keer toe had kunnen toeslaan. Ja. En ja, ook de overheidsgebouwen hangen vol met camera's. Waarom hangen die er? Werken die dan niet? Of ja, dat was mij. Wil jij nog 1 keer op reageren? Flirts wel jouw punt natuurlijk. Ik zag wel, de Haarlemmerstraat werd genoemd. Overigens, dat weet ik ook. Ik ben misschien, voor mij jaren her dat ik echt ook flink uitging naar de Haarlemmerstraat. Maar toen, ook trouwens in die tijd, was het al heel druk en vonden er ook wel incidenten plaats. Maar dit is nou juist, de Haarlemmerstraat is natuurlijk ook een straat wat juist wel verlicht is en waar veel mensen lopen. Dus ik vraag me altijd af, wat moet je dan doen om dat goede gevoel, of in ieder geval het veilige gevoel te krijgen? Dat is best dan nog wel een kunst. Er lopen natuurlijk gewoon veel mensen. En dan ben ik benieuwd of de studentenpartij aangeeft van dat zou dan helpen om nog meer camera's neer te hangen. Want daar hangen overigens ook wel camera's in de stad. Is dat dan, wat is dan de oplossing om dat gevoel dan, het gevoel te krijgen dat je ook echt daadwerkelijk veilig bent? Tot slot. Ik denk dat het feit dat deze vraag wordt gesteld, wat zouden we dan nog meer kunnen doen om onder andere studenten, maar mensen in Leiden, een veiliger gevoel te geven. Het feit dat die vraag nu wordt gesteld, is precies het punt wat ik nu al een paar keer maak. Waarom wordt die vraag nu gesteld? Waarom hebben we dat gesprek, waarom zijn we dat niet blijven voeren? En op het moment dat de vraag inderdaad echt heerst, we zitten met het handen in het haar, wat moeten we nou doen? We weten niet hoe we het veiliger kunnen maken. Ga alsjeblieft in gesprek. Want dan hadden we dit al met een hele grote groep studenten kunnen bespreken. Hadden we dit al lang opgelost, of al lang, maar hadden we in ieder geval het gevoel wat weg kunnen nemen. En dat is gewoon belangrijk, met iedereen blijven communiceren in Leiden. Nou, mooie afsluiting. De pieper ging af, tijd zit erop voor de eerste stelling. Dank jullie wel, dames. Neem je kaartje mee, Patty? Dat was de eerste stelling alweer. Dan gaan we naar de tweede stelling. Daarvoor wil ik graag naar voren roepen Klimaatactie Nu, Wieteke Huizer. Partij voor de Dieren, Martine van Schaik, CDA, Josine Heijnen en GroenLinks, Priscilia van Noord. Kaartje mee. We gaan het hebben over klimaat. Dat onderwerp dat wel jullie allemaal ligt. De verwachting is dat onze stad in 2040 145.000 inwoners heeft. Best wel veel. Moeten we ongelimiteerd blijven doorgroeien?
De stelling is, een rem op de Leidse bevolkingsgroei is keihard nodig. Martine, ik wil bij jou beginnen. Ja, dankjewel. Ja, de Partij voor de Dieren is het eigenlijk wel eens met deze stelling. We hebben het al vaker gezegd in de Leidse Raad. Je kunt niet oneindig blijven groeien binnen de grenzen van een eindige stad. En de groei in de afgelopen jaren is al flink geweest. En we zien ook allerlei problemen ontstaan door de drukte in de stad. De claim op de openbare ruimte, die is heel erg groot. En als we even uitzoomen en bijvoorbeeld kijken hoe Leiden dat doet als je kijkt naar andere steden. Leiden is een van de meest dichtbevolkte steden van Nederland. Volgens mij staan we op nummer 2, net onder Den Haag. Dus het is al ontzettend druk. En als je die groei doorlaat gaan, zonder dat je dat probeert te matigen, dan zal je zien dat de stadsnatuur onder druk komt te staan. Er komt minder ruimte voor groen, voor dieren. En dat is een groot probleem. Dus daarom zijn wij het in principe eens met deze stelling. Maar dan komt de vervolgvraag natuurlijk. Hoe dan? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat we... wat ik nu merk is dat het college eigenlijk die boodschap niet aandurft. Dat ze eigenlijk zeggen... We gaan groeien en dat kan. We doen en. Dus die keuzes, dat lef maken om keuzes te maken, dat zie ik niet zo goed terug. Dus volgens mij is de eerste stap die we kunnen doen, gewoon heel eerlijk zijn van jongens, als je naar Leiden wil komen, wees je ervan bewust, het is gewoon heel erg druk. En volgens mij moeten we ook stoppen met het signaal geven, we blijven wel bijbouwen, want de woningnood is hoog. Dat betwijfel ik niet, die is hoog. Maar de oplossing is niet bij blijven bouwen. Want dan blijf je het signaal uitsturen. Wij gaan wel zorgen dat je hier kan komen wonen. En op een gegeven moment loop je echt aan tegen de grenzen van de groei. En daar zitten we op dit moment in Leiden. Josine, buurvrouw, CDA, wil je erop reageren? Ja, zeker, dank. Eigenlijk is dat iets waar Partij van de Dieren en CDA de afgelopen 4 jaar ontzettend samen op hebben getrokken. Is misschien een verrassende gelegenheidscoalitie, maar dat hebben we zeker gedaan. Hè. Ik ga niet herhalen wat net Martine allemaal heeft gezegd. Dat onderschrijven wij ook, hè, die dichte bebouwing. En in het kader van dus die bevolkingsgroei heb ik even gekeken naar misschien een verrassende statistiek. Dat in verhouding met de inwoners van Leiden er steeds minder kinderen worden geboren. En dat betekent dus dat die groei vooral zit in importleidenaren. Nou, ik bedoel, dat ben ik zelf ook al was mijn vader dan echte leidenaar. Dus dat is niet erg. Hè? Alleen je ziet dus dat als je bijvoorbeeld kijkt naar de bebouwing, waar we ook allebei zeer mee bezig zijn, zie je dat 85% bijvoorbeeld appartementen gebouwd wordt. En dat er dus heel veel ruimte is voor wat we noemen de zandlopersamenleving. Tussen penthouse en sociale huurwoning zit erg weinig. Dus wij willen juist zeggen, bouw anders, bouw gevarieerder, zodat we meer gezinnen hebben, hè, natuurlijke bevolkingsgroei. En stoppen met proppen, denk ik dat wij de tafel hier zo dat wel kunnen samenvatten. Ja. Ga ik naar de andere tafel. Wie wil er beginnen? Cecilia? Yes, ja. Doet deze het? Ja, ja, het staat aan. GroenLinks is het oneens met deze stelling. Wij vinden het niet heel sociaal om te zeggen, we bouwen niks meer voor mensen die naar onze mooie stad willen komen of hier al wonen. Je ziet dat er echt een gigantisch probleem is op de woningmarkt. En dat veel mensen lang bij hun ouders moeten wonen. Of na hun studentenkamer weer als boemerangkinderen terugkomen bij hun ouders. En ook voor hen zou er een plek moeten zijn in deze stad. Er is een klimaatramp gaande. We moeten radicaal vergroenen en verduurzamen. Maar wat ons betreft zijn mensen wel welkom in Leiden. In Leiden hebben we mooie OV-knooppunten. We kunnen zorgen dat wanneer mensen geconcentreerd in onze stad wonen en niet juist uitgesmeerd over andere plekken in de stad, in de regio, dat juist de groene ring om Leiden behouden blijft. En daarom zijn wij het niet eens met deze stelling en zijn mensen wel gewoon welkom in Leiden. Je buurvrouw, ja. Ik geef even het woord nog aan Wieteke en dan mag jij. Ja, dankjewel. Klimaatactie nu is in principe niet voor een rem op de bevolkingsgroei in Leiden. Wij vinden inderdaad dat iedereen hier welkom moet blijven. Leiden is voor iedereen en iedereen moet hier kunnen zijn. Wat we wel vinden is dat we meer moeten kijken naar een rem op onze impact op het klimaat. Onze ecologische voetafdruk is gewoon enorm. Je ziet dat een gemiddeld huishouden 33% van de CO2-uitstoot van een huishouden, dat gaat om spullen en om kleding. 21% is je voedsel, 19% is je energie. Ja, kijk, als we dat weten te verminderen, dan komt er ook weer meer lucht
in de stad en kunnen we in principe gewoon allemaal weer ademen. Nou, dat kan je natuurlijk verminderen door bijvoorbeeld kleiner te gaan wonen. Hè, kleiner wonen betekent ook, je hebt minder spullen nodig. Je hoeft je huis minder enthousiast te verwarmen als een heel groot huis. Als we mensen bijvoorbeeld kunnen stimuleren om bewuster te leven en dus echt gewoon je ecologisch voetafdruk kleiner te maken, dan is er in principe nog genoeg plek voor die extra mensen die erbij komen om dat eens te compenseren. Josine, jij wilde reageren? Ja, dank. Eigenlijk op GroenLinks, maar ik ben ook toch gerustgesteld. Ik heb Jeroen Schama, een van de oprichters Klimaatactie Nu, in het Leids Dagblad dikwijls horen pleiten voor een één-kind-politiek. Dus het stelt het CDA gerust dat dat niet in de partij is opgenomen. Nee. Gelukkig maar. Nee, ik wilde eigenlijk ook even reageren op wat GroenLinks zei. Hè, we hebben verschillende van die grote bouwprojecten gehad, waar dus net Martine en ik ook over spraken. Nou, één voorbeeld wat is opgeleverd en waar ik dus even goed naar heb gekeken, is de Lorenz. Nou, daar zien we dat inderdaad woningen van 29 vierkante meter worden aangeboden. Dus dat zal iets meer dan €700 kan je van vinden. Maar dat is eigenlijk niet de vraag. Als ik kijk wie daar nou is gaan wonen die eigenlijk uit Leiden komt, is dat iets meer dan 40%. En zelfs een derde komt helemaal niet uit deze provincie. Nu zegt u eigenlijk van ja, je moet en kunnen bijbouwen en we kunnen groene stad houden en. Maar ruimte is eindig en daar moeten we keuzes in maken. En is dit dan de keuze die GroenLinks maakt? Nou, Priscilla. Ja, waar wij voor staan is dat er betaalbaar gebouwd wordt. Dus ik kan me voorstellen dat, ik ken niet precies de samenstelling van de mensen die in de Lorenz zijn gaan wonen, maar ik geloof meteen wat jij erover zegt, dat het vooral mensen van buiten Leiden zijn. Die zijn ook van harte welkom. Maar er zou vooral ook heel erg betaalbaar gebouwd moeten worden. Dus ik hoorde jou net iets over een zandloper, alleen kleine appartementen of penthouses. Nou, volgens mij zit er inderdaad van alles tussenin. Maar we moeten ons wel heel goed beseffen, waar komt de groei vandaan? En hoe is die huishoudsamenstelling van de groei die we gaan doormaken naar die 145.000? En dan zie je, die groei is volledig toe te schrijven aan de groei van eenpersoonshuishoudens. En dat betekent dus dat je volgens mij veel slimmer moet gaan nadenken over wat voor woningen hebben we op dit moment al in Leiden. Dan zie je dat we in de Merenwijk, in de Stevenshof, op heel veel andere plekken heel mooie eengezinswoningen hebben die heel inefficiënt bewoond worden, waar mensen in hun eentje wonen. Dat mag, maar het zou heel mooi zijn als we hen kunnen verleiden om nou juist naar wat kleinere appartementen te verhuizen, waardoor we de woningen die we al hebben kunnen gebruiken om die gezinnen te huisvesten. Ja, tuurlijk. Ja, dus in tegenstelling tot de afgelopen raadsperiode gaat de nieuwe GroenLinks voorstellen voor bouwen voor doorstroming wel steunen. Ja, we zijn absoluut voor bouwen voor doorstroming. Ja. Martine, jij wilde reageren? Ja, ik wil eigenlijk ook iets nieuws inbrengen. Ja, ik ben natuurlijk Partij voor de Dieren. En in Leiden wonen meer dieren dan mensen. En als je maar uit blijft stralen van ja, kom hierheen, we kunnen het best bijbouwen. Dieren komen echt in de verdrukking. En dat is ook omdat de mensen die hier gaan wonen, ook al stapel je de mensen op in een flat, ze gaan gewoon naar buiten natuurlijk. Die mensen willen ook recreëren, die willen ook een park in, die willen ook leuke dingen doen. En op een gegeven moment krijg je gewoon dat die combinatie niet goed meer gaat. De druk van mensen op de openbare ruimte gaat ten koste van de dieren en ten koste van de natuur. En als het ten koste gaat van de dieren en de natuur, is het op termijn ook echt slecht voor de mensen die op dit moment al in de stad wonen. Want een gezonde stad is een groene stad en daar heb je zowel de natuur en de dieren voor nodig. Wat zou je daarmee kunnen doen? Wat zou je die mensen kunnen bieden? Je bedoelt de mensen die hier willen komen wonen, maar dan niet... Nou, wat mij opvalt is dat de druk op onze openbare ruimte is heel erg hoog. Ja. En we betwisten elkaar min of meer elke vierkante meter. En dat leidt tot hele vervelende situaties, ook in de Raad. Als we iets een bredere blik nemen, dan zie je als je kijkt naar Nederland, er is gewoon in Nederland heel veel ruimte. Er is voldoende ruimte. Ga ik toch weer even een Partij voor de Dieren stokpaardje van tafel halen. En dat is 50% van de oppervlakte in Nederland is in gebruik door de vee-industrie. Als je dat weet terug te brengen, dan kan je de woningbouwcrisis oplossen. Je kan natuurherstel bevorderen. En dan hoef je elkaar hier niet met de tent uit te vechten. Dat is meer landelijk dan, hè? Klopt. Leiden maar niet zoveel vee-industrie. Nee, gelukkig. Nul zelfs. Dus dat scheelt. Eén boer, geloof ik. Maar dat is een CDA-manier. Twee, kijk.
Nee, dat klopt. Maar we kunnen als Leiden dat natuurlijk wel teruggeven aan, ja, aan de overheid. Wij krijgen bijvoorbeeld een woningbouwopgave opgelegd. Die accepteren we als Leiden. Dat hoeft niet. Dat is een keuze. Daar kunnen we tegen ingaan. En dat heb ik te weinig gezien. Dat lef heb ik te weinig gezien bij het huidige stadsbestuur. Ja. Pieter, ik wilde nog iets aan jou vragen. Jij zei mensen stimuleren om bewuster te gaan leven. Hoe zie je dat verder voor je? Wil je ook dat mensen allemaal verplicht vegetariër gaan worden? Nee, absoluut niet. Ik geef eerlijk toe dat ik zelf pas voor het eerst dit jaar vegetarisch ben. En laatst heb ik nog een boterham met ham in mijn mond. Dat ik dacht, nee, wat doe ik nu? Dus nee, dat is het zeker niet. Alleen, het is wel, kijk, en ik wil niet degene zijn die zegt, jullie moeten. Want zo gauw je moet zegt, dan denkt iedereen, ho, ho, ho. Ik kom uit zo'n gezin waar iedereen zegt, oh, moet. En ik moet helemaal niks. Precies, ja. Ik moet helemaal niks. Maar het is wel zo, hè, de laatste PCC-rapporten liegt er niet om. We hebben echt een probleem. Dus er moet iets aan gedaan worden. En het is gewoon echt goed om in voorlichting, om in spread the word, te kijken van, jongens, let even op je gedrag. Kijk, ik begon ook maar gewoon als, ik vind eigenlijk dat ik wat minder moet doen. Nu, ja, tweedehands. Tweedehands, heel leuk winkel in de Haarlemmerstraat. Weet je, ik zie er hopelijk leuk uit, dus het komt er maar weg. Weet je, dus het is ook wel, zelf doen is, en zelf het uitstralen. Het goede voorbeeld geven. Het goede voorbeeld geven, ja. En ik denk ook wel dat het heel belangrijk is om daarin voorlichting te geven. Ik sleur mijn kinderen te pas en te onpas mee naar alles wat maar te maken heeft met duurzaamheid, et cetera. En nu zitten ze ook echt van, ja, maar mama, ik wil dat niet. Mag ik even de duurzame variant? Nou, hun favoriete recept is nu tofu. Nou, hoe heb ik dat voor elkaar gekregen? Nou, mijn taak als opvoeder is gewoon klaar. Dus dus het kan wel. En natuurlijk is dat lastig. En natuurlijk heb je er veel voorlichting voor nodig. En het is ook een probleem waarin mensen veel liever wegkijken. Ik heb ook heel lang heel weggekeken. Het heeft me altijd zorgbaar. Ik heb altijd weggekeken. Maar het kan gewoon niet anders. En we weten het. En het is wel aan ons als burgers om ook daar gewoon actief aan te doen. En aan de politiek te laten weten, het moet wel nu. We moeten echt nu iets van actie doen. En als je dan kijkt, bijvoorbeeld als we dan weer teruggaan naar het, dus dan moet het hier niet zo groeien. Kijk, er zijn nog wel mogelijkheden om hier te groeien. Heel leuk hoor, de Haarlemmerstraat. Toen ik hier kwam wonen in Leiden, 20 jaar geleden. Oh, Leiden, de langste winkelstraat van Nederland. Ja, de helft van de winkel staat leeg. Weet je, waarom kunnen we dat niet ombouwen tot woonruimte? Komt vaak op de boven. Dus je hoeft niet gelijk bij te bouwen om wel iets te bouwen waar mensen mee kunnen komen, klimaatneutraal bouwen, waardoor het echt gewoon een interessante plek wordt en een interessante plek wordt om te wonen. En als we dan iedereen nog wel zover krijgen om hun ecologische voetafdruk naar beneden te krijgen, dan past het in principe allemaal. Priscilia, wat vind jij ervan? Ja, ik ben het hier helemaal mee eens. Ja. Volgens mij liggen er nog heel veel creatieve manieren om onze stad beter te gaan benutten en leegstaande panden transformeren, wonen boven winkels. Ja, ik herken dit helemaal. En ik voel ook heel erg mee het verhaal dat je zegt, je moet het goede voorbeeld geven, mensen verleiden om klimaatvriendelijker, duurzamer, groener te leven. Dat is volgens mij het meest effectief. We kunnen zeggen, we gaan een vleesverbod opleggen, we gaan een kindverbod opleggen, maar dat is niet de manier volgens mij hoe we mensen hierin mee gaan krijgen. Dus ik sluit me erg aan bij jouw optimistische verhaal van mensen meekrijgen. En op welke plekken zou Leiden dan wel nog kunnen groeien? Ja, ik denk dat de plekken waar we kunnen groeien, dat zijn, dat is eigenlijk op best veel plekken. Je ziet dat we bijvoorbeeld jaren 50, 60 wijken hebben waar je woonruimte nog kan aanplakken of etages op flats kan gaan zetten. Maar je kunt ook stimuleren dat mensen meer met elkaar gaan samenwonen. Niet per se die mensen die een relatie met elkaar hebben, maar dat je zegt, ik heb een groot huis, ik heb veel ruimte vrij. We stellen die kostendelernorm buiten werking. Denk je dat mensen het echt willen? Ja, ik denk dat er best wat... Tuurlijk, een heel groot deel van de mensen zal het niet willen. Die gaan we daar ook absoluut niet toe verplichten. Maar ik denk wel dat je de prikkels zo moet zetten dat als mensen het willen, ze het ook echt gaan doen. Ja. Okay. Ja, Martine. Ik heb geluisterd naar wat jullie zeggen. En misschien even voor de verduidelijking. Partij voor de Dieren zegt niet van, jongens, we stoppen nu. Er mag niemand meer in. De stelling was, er moet een rem komen op de bevolkingsgroei. Ja.
Daar zijn we het mee eens. Wil niet zeggen dat er niks meer kan. We moeten gewoon zeggen, we moeten niet zomaar klakkeloos volgen wat er op ons afkomt. We kunnen daar zelf sturing in geven. Dus we stellen zelf die grenzen aan de groei. Welke groei is wel wenselijk? Dat is 145.000 werd er genoemd in 2040. Wat zou dan... Ja, nou, dat vind ik een enorm aantal. Ja. Er zitten nu al heel veel woningen in de pijplijn. Die worden op dit moment gebouwd en gerealiseerd. We zijn niet blij met alle plannen die aangenomen zijn. Dat zal ik heel eerlijk zeggen. Wat ons betreft is het dan wel even oké. Okay. Dan kunnen we de woningbouw gewoon op een laag pitje zetten. En dan kunnen we kijken hoe we de mensen die dan op dat moment in de stad wonen, hoe we die zo goed mogelijk in harmonie kunnen brengen met het groen. Want daar moeten we wel op inzetten. Maar ik had eigenlijk een vraag aan de overkant, als dat mag. Kijk, Partij voor de Dieren zegt heel duidelijk, wij stellen grenzen aan die groei. Klopt het dat ik jullie hoor zeggen dat jullie dat niet vinden? Die grens aan de groei, daar beginnen we niet aan. Klopt dat? Nou ja, voorlopig denk ik dat er nog genoeg ruimte is. Door inderdaad... maar ik praat van mezelf in het hart, dus volgens mij maakt het niet zoveel uit. Doordat er nog genoeg ruimte is om daar creatief mee om te gaan. Er staan nog zoveel kantoorpanden, bedrijfspanden leeg. Nou ja, wat ik net ook zei, bijvoorbeeld de helft van de Haarlemmerstraat. Winkels, inderdaad. Maar ook tegenover mij woont een heer. Zijn kinderen zijn het huis uit. Zijn vrouw is overleden. Ja, dat is een 3-etage huis. Hij woont er in zijn uppie. Zulke soort mensen die wel graag in de wijk willen blijven wonen en dat ook moeten kunnen, want je wil ook wel saamhorigheid hebben. Ja, die moeten bijvoorbeeld wel de kans krijgen om bijvoorbeeld hun huis op te delen in wat je ook zegt, in aparte woonunits, waar je dus weer gewoon mooie, niet enorm grote, klimaatneutrale huizen van kunnen maken. Daarnaast zijn wij ook bijvoorbeeld heel erg Wij zijn tegen groen, jongens. Mag ik het? Dat is wel nieuws, Ja, ja, precies. Ja. Ja. En die correctie ga ik nu maken. En dat knippen we er niet uit morgen. Of wel, we knippen niet zo alleen maar dat. Nee, we zijn heel erg voor groenen door bijvoorbeeld minder auto's. Wij willen echt gewoon substantieel minder auto's. De hele binnenstad hoeft geen auto te zijn. Alleen daarom voelt het alleen allemaal vol. Maar ook als wij bijvoorbeeld zeggen, nou, er komen nieuwe huizen of het wordt omgebouwd. Die parkeerplaatsen gaan daar weg. Mensen moeten gewoon, in principe is Leiden ook niet heel groot. Je kan best van de ene kant naar de andere kant komen op een fiets of et cetera. Op die parkeerplaatsen kan je ook weer... Noem het maar, wees creatief. Een tiny forest, een groenstrook, een iets waardoor er ook daar gewoon weer wat lucht komt. Trek je ook weer wat minder druk haal je wat minder druk op de parken af. Want dan hoef ik niet meer met mijn hele hebben en houden weer naar Leidse hout, omdat die kinderen een beetje groen willen zien. Dat is dan mooi voor mijn deur. Antwoord dat jouw vraag, Martine? Nou, maar ten dele. Maar misschien een vervolgvraag dan. Want kijk, dat er misschien ruimte is om slim te benutten, zodat er wel mensen bij kunnen komen wonen. Dat onderschrijf ik van harte. Maar waar ik me dan echt zorgen over maak, is de gevolgen daarvan op de openbare ruimte. Kijk, mensen blijven niet natuurlijk in hun flat zitten. Die gaan parken in. Zoals je zegt, met je hele hebben en houden naar de Leidse hout. Dat is niet altijd het beste wat je kan doen voor de Leidse hout. Natuur, groen en dieren hebben een waarde in zichzelf. En die zijn er niet alleen maar voor het recreatiedecor van de mens. En dat gaat nog wel eens fout in Leiden. Wij zien het groen als iets waarin wij volop kunnen recreëren, zonder echt te beseffen dat we te maken hebben met levende natuur, wat een waarde heeft in zichzelf. Dus daarom zeggen wij, we moeten echt stoppen met het ongelimiteerd blijven groeien. We moeten daar veel meer de regie in nemen. Zorgen dat de stadsnatuur versterkt en diverser wordt. We hebben een rapportcijfer gekregen qua natuur van de gemeentelijke duurzaamheidsindex van 1. Dat is echt schrikbarend. We moeten daar echt wat aan doen. En dat kan niet als je geen grenzen stelt aan die groei. Herzine. Ja, dank. Opnieuw helemaal eens. Dus ik denk partners gezien ook. Ook CDA, wij committeren ons dan toch wel aan die 8500 woningen tot 2030. Maar met dan de extra groei in 2040 om daar nog eens duizenden woningen bij te houden. Ja, daarvoor zeggen wij, daar is gewoon geen plek voor. En ik snap ook dat je zegt van we kunnen nog creatieve oplossingen of wonen winkels. Toevallig is dat iets waar afgelopen raadsperiode heel veel aandacht is geweest. Dus dat is iets wat ook al in zicht is. Ja, dat die creatieve oplossingen van Have Our Cake en Eat It Too in het goed Nederlands. Ik snap dat dat in verkiezingstijd gezegd wordt, maar die keuze maken moet echt, denk ik. Er is geen plek voor.
Mooi binnen de tijd gezegd. De zoomer ging af, dus onze tijd zit er weer op. Dank jullie wel. Applaus graag. Gaan we naar de derde stelling van vandaag. Participatie. Wordt ook wel eens Participita genoemd in de Luizenmoeder. Janine Clement van ChristenUnie. Britt Tirana, Leiden Participeert. SP, Roos van Gelderen. En Partij voor van de Arbeid, Bo Lemmens. Neem je kaartje mee. Ga lekker staan. Nou, er is veel te doen geweest rondom participatie, zo in positieve als in negatieve zin. Wijkverenigingen hebben het vertrouwen opgezegd in de gemeente. Er was nog Lied, er was Schoonburger Park. Al met al een goed onderwerp om even over te discussiëren. De stelling van vanmiddag is: wijkreferenda zijn het beste middel om bewoners te laten participeren. Ik wil graag bij Bo beginnen. Bo, hoe kijkt de PvdA terug op de afgelopen raadsperiode met betrekking tot participatie? Volgens mij kunnen we met z'n allen erover eens zijn, het kan echt beter. En daar zijn deze verkiezingen voor, dat we gaan kijken naar de toekomst. En kijken naar de toekomst zeggen wij dat referenda niet het beste middel zijn. Want wat gebeurt? Wij willen wijkvisies in samenhang met wijken gaan opstellen. Inwoners daarbij betrekken en in de breedte naar een wijk gaan kijken. En niet een referendum tot een simpel ja of nee en een wijk tot een simpel ja of nee laten deduceren. Maar we gaan samen kijken, werken, wonen, openbaar vervoer, veiligheid. Het zijn thema's die allemaal al zijn langsgekomen en die daarin kunnen terugkomen. Dus nee, wij zijn niet voor een referendum. We denken niet dat het beste middel is, maar we willen heel graag met de wijk aan de slag gaan. Priti, je buurvrouw? Ja. Dankjewel. Mooie stelling overigens. Dankjewel. Daar wil ik even mee beginnen. Wijkreferenda vinden wij hartstikke belangrijk. We hebben het ook apart opgenomen in ons verkiezingsprogramma. We zeggen ook dat het belangrijk is om voor grote ontwikkelingen in de stad of delen van de stad juist nadrukkelijk de mening te vragen van burgers. En een referendum is daar uitermate geschikt voor. Wat we ook zeggen is dat iedereen het recht heeft op gehoord te worden. En daarom zijn we ook voor andere middelen voor participatie. Dus ik vond het al heel bijzonder dat mijn buurvrouw referenda meteen uitsluit. Ik zal het uitleggen. Je hebt natuurlijk wel andere participatieve middelen, instrumenten. Bijvoorbeeld een burgerforum, waarin mensen voorstellen kunnen aandragen om over na te denken. En daarnaast moet ook heel goed gaan nadenken, en dat wordt mijn punt ook vandaag, en ik hoop dat we daar met z'n allen over kunnen praten, is hoe we ervoor kunnen zorgen dat iedereen kan participeren. En vandaag hebben we het heel specifiek over vrouwen. Ik denk dat het tijd is dat de gemeente heel goed gaat nadenken wat voor impact huidig beleid heeft op gender. Eigenlijk of het wel gendervriendelijk is. Mag ik dat nog even toelichten? Natuurlijk. Ja. Misschien kennen jullie allemaal wel het voorbeeld uit Zweden. Het gaat over het sneeuwvrij maken van wegen. Het is inmiddels een heel oud voorbeeld, maar ik hoor hem al jaren, daarom noem ik hem nog eventjes. Daar werden de wegen sneeuwvrij gemaakt. Allereerst de grote wegen, daarna de fietspaden en dan de stoep. Dan denk je, nou, dat is logisch toch? Toen men er nog eventjes op ging inzoomen, kwam eigenlijk naar voren dat de wegen voornamelijk werden gebruikt door mannen. Die dus hup met de auto de weg op waren en een stoep en fietspaden door vrouwen. Nou, dus als je naar buiten wil met de fiets of te voet, was het knap lastig als vrouw. Dus dat is dus niet gender inclusive. En ik denk dus, in eerste instantie denk je sneeuwvrij maken van beleid. Hoezo is dat dan een gender issue? Pas als je er goed naar kijkt wat de impact heeft op beleid, op mensen, dan pas kom je erachter. En dat gesprek wil ik vandaag graag aan, omdat ik denk dat wij zeker als vrouwen een voorbeeldrol daarin hebben om juist die wijken in te gaan, om met die mensen in gesprek te gaan, ook met referenda waar dat nodig is. Vanuit ons een voorbeeldrol kunnen nemen. Ook mannen in onze samenleving kunnen oproepen hoe zij vrouwelijk leiderschap en leiderschap aan zich kunnen gaan supporten. En ik denk dat ik heel graag vandaag ook met iedereen de hand in één wil slaan om naar die vrouwen in onze maatschappij te gaan. Want samen kunnen we dit. Bedoel je dan dat het beleid meer op mannen is gericht met het sneeuwvrij maken van de wegen? Ja. Ja, dat bleek dus. In eerste instantie denk je dat niet. Maar pas als je naar het voorbeeld kijkt, dan pas zie je dus wat de impact is. Zie je dat in Leiden ook? Dat is dus waar ik graag naar wil gaan kijken de komende 4 jaar. Ons huidige beleid, wat doen we en waarom doen we het? En wat voor impact heeft het op de doelgroepen? En daarnaast dus ook, zien we dus ook genoeg participatie van bijvoorbeeld vrouwen. En voelen zij zich gehinderd op enige manier? En hoe kunnen we dat dan ook gaan adresseren? Dus ja, komende 4 jaar zal dat mijn focus worden. Ik ga naar mijn tafel links voor de kijkers rechts.
Janine? Je mag op de stelling reageren. Ja. Ja, hij staat aan. Dat is misschien wel een goeie, dankjewel Roos. Wat ik zelf in mijn eigen raadservaring van de afgelopen jaren ook heb gezien, is dat we te vaak referenda hebben waarin we slecht beleid moeten repareren. En dat zou ik nou eigenlijk gewoon zonde van al onze tijd vinden. Dus mijn wens zou eerder zijn van laten we kijken dat we al goed beleid maken met de betrokken burgers, zodat je het aan de voorkant op een goede manier doet. En net afgelopen week werd ik weer met eigenlijk twee dingen geconfronteerd waarvan ik dacht van nou, het is waarom het ook zo hard nodig is. De beide stations, station Leiden Centraal, stationsplein is aangepast, station Lammerschans, nieuwe ingang gekregen. Maar loop maar eens uit het station, loop maar eens naar het centrum van de stad. Er is niet over nagedacht over de looproutes. Terwijl ik denk van jongens, gemiste kansen. Moeten we hier straks weer referenda over gaan houden of wat dan ook? Nee, liever niet. Ik heb gewoon veel liever dat we aan de voorkant met de mensen goede plannen maken. Het draagvlak aan de voorkant zoeken. Want referenda levert doorgaans alleen maar verliezers op. En verhardt het, juridificeert het. En slaat, hoe zeg je dat, vraagstukken waar je niet met altijd een even makkelijk ja en nee te beantwoorden zijn. Ja, te veel plat eigenlijk. Dus wat mij betreft, ik liever niet. Graag aan de voorkant goed beleid en dat is mijn oproep. Ja. Ga ik even naar Roos. SP, wat vind jij? Ja, aan het eind van het rijtje, dan is natuurlijk altijd al veel gezegd. Maar wat mij betreft is participatie vooral het hebben van invloed. Als je kijkt naar referenda, eigenlijk wat Janine ook al zei en anderen, die zitten vaak aan het eind. Om iets te corrigeren, een slecht besluit of iets waar te weinig draagvlak voor is. Dus niet, geen slecht instrument moet je ook vooral inzetten daar waar dat nodig is, maar de participatie en de invloed die zit daar natuurlijk voor. En die zit er met name voor op het moment dat een plan nog niet helemaal bedacht is. En zelfs niet, misschien zelfs niet eens een klein beetje. Want iedereen weet dat op het moment dat je iets in je hoofd hebt, dat een gemeente al iets heeft bedacht en je gaat vervolgens denken van oh, het is belangrijk dat mensen meepraten, dan gaan mensen meepraten. Maar dan heb je geen invloed meer op het allereerste idee. En daar doen we onszelf ook tekort, want ik weet zeker dat mensen uit een buurt heel goed weten wat je nou wel en niet moet doen. Beroemde olifantenpaadjes. Je bedenkt van tevoren, we willen dat mensen zo lopen. Nou, leg dat paadje nog maar niet aan. En kijk in eerste instantie waar gaan mensen lopen en gaan we dan bestraten. Dat zijn echt voorbeelden die in het klein, maar ook in het groot. En participatie is gebaseerd op vertrouwen en gelijkwaardigheid, wat ons betreft. En dat betekent dus ook, dat betekent dus niet dat het is u roept en dat gaan wij uitvoeren. Want mensen die kunnen ook reageren op een idee waarvan een gemeente denkt van ja, dat vinden we helemaal geen goed idee. Of dat kan niet, of daar hebben andere mensen last van. En wat we dan vaak vergeten is dat we dat niet uitleggen. En mijn ervaring, ook als oud-opbouwwerker, is dat mensen heel goed begrijpen dat niet alles kan wat zij zelf willen. Maar ze willen het wel graag begrijpen en ze willen graag de communicatie vanuit de gemeente die daarbij hoort, die duidelijk uitlegt waarom iets wel of niet is overgenomen na die prachtige bijeenkomst waar alle inwoners hun zegje konden doen. En daar gaat hij vaak mis, dan verlies je vertrouwen en dan heb je eigenlijk je eigen verzet georganiseerd. En dan kom je misschien terecht bij een referendum. Nou, zonde, volgens mij in 9 van de 10 gevallen niet nodig. Bo. Dank jullie wel. Ik vind het heel mooi dat het hier al wordt aangenomen, doelgroepenbeleid. Wat we zien zijn dat hoger opgeleiden zich meer en vaker interesseren in politiek beleid en meer komen opdagen bij referenda. Heb je dan al je inwoners van een stad? Nee, dat vinden we jammer. Als Partij van de Arbeid willen we ook dat burgers uiteindelijk niet tekenen bij het kruisen, ja of nee. Maar vooraf meegenomen worden in de belangrijke besluitvorming in de stad en dat we daardoor samen kunnen werken aan die toekomstvisie van Leiden. Want Leiden is van ons allemaal. En daar wil ik aan toevoegen dat ik heel blij ben dat ik naar een lijst kijk van de Partij van de Arbeid waar iedereen thuis is in de buurt. Onze poster staat daar. Jullie kunnen erop stemmen trouwens. Hij staat in de finale voor mooiste verkiezingsposter van Nederland. Hippie. Maar op het moment dat ik de Merenwijk inga, hoor ik om mij heen dat iedereen onze lijsttrekker kent. We hebben op plek 5 Tini staan met een eigen onderneming gehad in de binnenstad van Leiden. En zo kan ik de rest van Leiden ook nog doorgaan. Dus wij zijn ook nog een partij die midden in de samenleving in Leiden staan en met de inwoners aan de slag willen gaan. Mogen we reageren? Ja, tuurlijk.
daar is het voor. Zal ik hier beginnen? Nou, er komt dan wel een vraag bij mij op. Kijk, we zijn natuurlijk nu met een debat bezig en we kijken door naar de komende 4 jaar. Oké. Ik vind dat je af en toe ook moet terugkijken om ervan te leren. Je zei zelf al, nou, dat had iets beter gekund. Dat vind ik een vrij zachte uitleg van de afgelopen 4 jaar. Want er is bij volgens mij nog zelden zoveel discussie geweest over participatie. Er zijn zelden zoveel projecten geweest waar het op het gebied van participatie nou juist misging. En waar PvdA natuurlijk gewoon deel was van het college. En weet je, terugkijken, dat gaat mij helemaal niet om met mijn vinger te wijzen. Toen wij in het college zaten, gingen er ongetwijfeld ook dingen mis. Maar ik mis het dan wel in de bijdrage. Hè, wat jullie als PvdA nou hebben geleerd van de afgelopen periode. Want waarom ging dat nou zo ingewikkeld? Nou, Bo. Daar ga je dan als nieuwkomer op de lijst, hè? Sorry. Nee, volgens mij ben ik begonnen met toegeven, het kan absoluut beter. En waar het mis is gegaan, ik weet het niet. Ik denk wel dat ik geloof erin, als ik naar mezelf kijk, als ik naar die anderen op de lijst kijk, als ik naar Abdel kijk, onze lijsttrekker, we willen er keihard voor gaan knokken om het dit keer beter te gaan doen. En over 4 jaar... mag jij me persoonlijk om me opvragen, is het nou beter gegaan? En dan hoop ik dat ik echt kan zeggen, ja, het is veel beter gegaan. Ik stel voor om het gewoon met z'n vieren, met z'n tweeën te doen komende jaar. En dan nog met een paar andere partijen erbij. Ja. Beginnen je collegeonderhandelingen? Nee, ja. Nee, zou mooi zijn. Wat ik zelf ook nog voor burgerparticipatie zelf altijd wel een lastige vond in de periode tot 2010 dat ik actief was. Dat je ook heel erg op moet letten, de verhouding tussen bedrijfsleven en bewoner. Wat ik zelf altijd heel erg moeilijk vind, is vaak dat we voor het bedrijfsleven leggen we ik weet niet wat voor lopers uit. Er komt een bouwplan, ze mogen extra parkeerplaatsen. Er wordt al plaats gereserveerd voor een extra verdieping erbovenop. En als burger probeer je een keer zonnepanelen in de binnenstad te leggen. Hoe moeilijk is dat? Dus en eigenlijk die stuk rechtvaardigheid, ook in je beleid, hoe ga je om, de verhouding tussen burgers, bedrijven, je leefomgeving, dat vind ik zelf ontzettend belangrijk. En ik denk ook wat we de afgelopen jaren ook hebben gezien in de landelijke discussies over vertrouwen in de overheid, vertrouwen in de samenleving, het is zo fundamenteel. En voor dat soort dingen zou ik echt, de komende jaren echt zwaar en hoog op de agenda willen zetten, een stuk echte rechtvaardigheid in de samenleving. En dan kijken hoe we het vertrouwen onderling kunnen herstellen. En Priti, ik wil aan jou vragen, hoe kan je nou niet meer burgers betrekken bij besluitvorming? Ja, voordat ik daarop reageer, vind ik het sowieso heel erg mooi om te horen dat die pijn die wij voelen als Leiden Participeert, dat die ook gevoeld wordt door de andere partijen. Dus dat doet mij goed. Ik vond de SP daar heel erg passievol over. Een stukje reflectie, zelfreflectie voor de zittende coalitie kan zeker geen kwaad. Altijd goed. En ik denk inderdaad, dat wantrouwen is enorm gegroeid. Dat wantrouwen is niet alleen gegroeid in Leiden, dat is denk ik landelijk ook gegroeid. Er zijn genoeg voorbeelden ook landelijk te noemen, waarin mensen zich ook echt weggestopt of weggeduwd voelen als tweederangs burger. Daar gaat het al fout. En ik denk, je moet niet op de juiste, op de huidige manier verder gaan. Bepaalde groepen zijn goed georganiseerd. Je moet ook opletten dat je niet bepaalde doelgroepen dus ook mist. En daarom noemde ik bijvoorbeeld het stukje over het voorbeeld uit Zweden. Gender. Ja, om dat eventjes heel specifiek te noemen, want niemand verwacht dat. Hè? En ik denk dat we daar ook naar moeten kijken van oké, hoe kun je dan de mensen meenemen? Ga dus ook in die wijken kijken. Wijkverenigingen, mensen die daar wonen, wij zeggen ook, dat zijn de experts in hun leef- en woonomgeving. Ik denk dat corona de afgelopen jaren ook heel duidelijk voor mensen heeft gemaakt hoe belangrijk hun persoonlijke woonomgeving is. Zeker als je die x aantal vierkante meter alleen maar hebt, dan is dat onwijs belangrijk. Dan wil je ook kunnen genieten van je omgeving. En dan is het ook even schrikken als je alleen maar een informatieavond weer krijgt. Of midden op de dag soms dat je denkt. Ja. Inspraakavond, ja. Ja, een inspraakmiddag. Ja. En dan komen er weer een handjevol mensen. Dat is geen participatie. Dat is weer reactief. En ik snap ook dat er nu een beetje afgezet werd op het referendum. Maar dat is nog steeds een ontzettend belangrijk onderdeel van participatie. Alleen moet je het anders gaan organiseren. Dus je moet ook heel goed weten wie er in welke wijken woont en hoe zij zich organiseren. Is dat religieus? Is dat via hobbyclubs? Is dat via wijkverenigingen? Dus je moet echt die ui gaan pellen. En dat doen we gewoon onvoldoende. Want in die Ivoren Toren, die dan nu Level/Stadhuis heet, hè,
wie weet wanneer we naar het stadhuis mogen. Daar wordt nog veel te veel van boven nagedacht. Maar niet van onderop. Ja. Tijdens de verkiezingen worden er hele mooie beloftes over gemaakt. Ik moet nog zien of dat uitkomt. Want Leiden participeert is niet zomaar opgestaan. Er zit ook een stukje woede nog steeds in die wij doorkrijgen van onze burgers. Dus ja, daar laat ik het even. Dus jij zegt, ga naar de sportclubs, ga naar de hobbyclubs, ga naar de wijkverenigingen en praat met de mensen daar. Ja, en kijk ook of je de juiste mensen daar hebt. Hè. En ondernemers zijn ook een ontzettend belangrijke speel in het spel. Die zien ook een hoop gebeuren. Hè. Die zien ook hoe hun omgeving ontwikkelt. En daar zit ook nog wat boosheid over ontwikkelingen. En ik voel me niet gehoord. Dat gesprek, ik hoorde iemand vandaag ook het gesprek zeggen, wat heel erg belangrijk is. Het begint ook met het gevoel dat er geluisterd wordt. Hè? Dat er ook ruimte is om te praten met de gemeente. Dus daar moeten we net ook aan het vertrouwen gaan werken. Want dat is verloren gegaan en dat is heel kwalijk. Heel kwalijk. Ja. Roos, jij bent wethouder al eens geweest. Is het nou makkelijk voor burgers om zo bij de gemeente aan te kloppen van hé, ik vind dit? Nee. Of ik vind dat? Nee? Nee. Volgens mij is dat precies ook wat er bedoeld wordt op het moment dat die participatie niet ver genoeg gaat. Ik denk bijvoorbeeld ook alleen al aan kinderen en jongeren. Wanneer praten die nou mee? Ja, over studenten, hun wijk? Studenten, die studenten, maar ook niet vergeten. Maar we hebben het net al heel veel over gehad. Nee hoor, zeker. En volgens mij moet je ook heel veel... Je moet het stadium, zeg maar, waarop je in gesprek gaat... Of gaat vragen aan mensen wat ze ervan vinden. Dat is belangrijk. Maar ook de manier waarop. Mijn ervaring toen ik wethouder was. Ja, weet je, ik zat misschien nog wel veel te veel. Maar zo min mogelijk in het stadhuis. Ik was in de stad. En dan praat je. En dan praat je met mensen. En dan praat je met mensen in alle soorten en maten. En dat heb ik ook heel erg geprobeerd te stimuleren binnen het apparaat. En daar was best nog, mensen vonden dat best nog wel eng. Ik kan me herinneren, in 2010 was ik net wethouder, moesten we een nieuw WMO-beleidsplan maken. En ik zei, we gaan de straat op. We gaan à la man bij het hond, we zetten een camera neer. Wat vindt u? Hè? Wat vindt u? Ja, vraag je dan aan de burgers. Ja, wat vind jij? En ja. De eerste instantie vonden ambtenaren dat heel eng. En dat snap ik ook. Want die zeiden van ja, er zitten toch mensen niet op te wachten of wat ook. Toen heb ik gezegd, we gaan ambtenaren meenemen die dat leuk vinden. En die daar niet bang voor zijn. En waren die er? En die waren er natuurlijk ook volop. Want ambtenaren zijn ook maar mensen in alle soorten en maten. Wat zo mooi was, was dat de enthousiaste reacties van ambtenaren... toen ze terugkwamen omdat ze... verrast waren dat mensen zo enthousiast waren dat hun wat gevraagd werd zomaar. Er was niet eens wat aan de hand. Mensen konden hun verhaal even doen. En ik denk dat die ervaringen, kom achter je bureau vandaan, ga naar mensen, zoek ze op, dat ongelooflijk belangrijk is. En vooral, denk niet dat jij snapt en weet wat anderen denken en voelen en leven. En daar gaat heel vaak fout. En ik zeg altijd van... dat jij niet alles weet, dat is logisch. Ik weet ook niet alles, niemand weet alles. Maar als jij van jezelf denkt dat je het wel weet, dan neem je dat aan, dan ga je op een bepaalde manier al mensen benaderen, zie je mensen over het hoofd. En dat is volgens mij fatale vergissing. Ja. Priti, jij wilde reageren. Bo wil volgens mij ook zo reageren, dus daarna. We hebben nog. Wat ik heel mooi vind hieraan is dus, wat we niet hebben gezien, is dat je de burger meeneemt als gelijkwaardige partner. Hè? Niet alleen maar vote for me wanneer de verkiezingen zijn, maar daadwerkelijk die 4 jaar lang, en volgens mij heeft de studentenpartij daar vandaag ook al een heel pleit over gehouden, dat je de burgers continu in de loop moet houden en moet meenemen. Ze zijn gelijkwaardig. Ik ben gelijkwaardig, want momenteel zit ik ook niet in de raad. Ik sta hier ook als Leidse burger. Ik ben gelijkwaardig. Ik mag meedenken, ik mag meedoen. Kijk, als het antwoord een keertje nee is, dan begrijp ik dat. Maar als ik tenminste de uitleg heb kunnen geven en krijgen... en daar een mooi dialoog over heeft plaatsgevonden... dan doet dat ook wat met mij als mens. Dan weet ik, oké, maar als het anders kan... dan kan ik daar tenminste wat over inbrengen. Hè? Maar als ik die kans niet eens krijg... nou, dan weet ik niet dat we met z'n allen aan het doen zijn. Ja, dan word je niet serieus genomen. Nee, word ik niet serieus genomen en ook niet gerespecteerd. Als burger. Gaat om respect. Ja. Bo.
Nou ja, volgens mij ter afsluiting. Wat ik heel mooi vind, is dat we hier met allemaal partijen staan die keihard willen gaan werken aan die participatie de komende 4 jaar. Maar ook de jaren daarna. Dus ik wil voorstellen om daar in deze gelegenheidscoalitie alvast een goede start mee te gaan maken. En hopelijk de andere partijen mee te betrekken. En hartstikke bedankt voor de organisatie van Sleutelstad. Ja, nou dankjewel, Bo. Nou, we hebben nog een paar seconden. Ja, de piep is nog niet gegaan. Roos of Janine, willen jullie nog iets toevoegen aan deze gesmede plannen? Nou, dat was hem. Dat kan niet meer. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Nou, we gaan als een speer. We zijn bij de vierde ronde gekomen. Het is geen stelling. We doen een rondje vragen stellen. Hot topic tijdens de komende verkiezingen. Gaat het goed? Ja, het gaat goed. Hij telt af. Hot topic tijdens de komende verkiezingen. Nou, de woningbouw, we hadden het net al een beetje erover. We gaan het hebben van hoogbouw tot verkamering. Ik roep jullie één voor één even bij me en dan mogen jullie vertellen voor wie gaan we bouwen en waar. Nou, ik begin met Fleur Spijker, D66, de bouwwethouder. Jouw onderwerp, alsjeblieft. Ja, helemaal mijn onderwerp. Staat die aan? Staat hij aan? Ja, hij staat aan. Ja, helemaal mijn onderwerp. En ja, laat ik direct maar zeggen, we bouwen voor iedereen. En daarom bouwen we ook. En we hebben eigenlijk ook al het inzicht dat we kunnen bouwen in onze stad en waar we kunnen verdichten. Toen ik net wethouder werd, heb ik gevraagd om alle projecten inzichtelijk te maken. Waar gaan we nou precies bouwen? En toen heb ik een zogenaamde verstedelijkingsnotitie neergelegd bij de raad namens het college. En dan zien we dat we vooral aan de slag gaan rondom die binnenstad in de wederopbouwwijken langs de grote wegen in Leiden. En daar kunnen we enorm kwaliteit toevoegen. Daar kunnen we ook de opgave van de energietransitie en de klimaatadaptatie aanpakken. Dus we weten eigenlijk precies waar we gaan verdichten en hoe we dat gaan doen. En wat mij betreft kan dat ook. En dat kan vooral ook omdat je ook laat zien hoe je groen toevoegt. En zo heeft bijvoorbeeld D66 ook in het verkiezingsprogramma staan het Geuzenpark. Dus dat we nog in de buitenring van Leiden alle parken verbinden. En dat dus één groot singlepark XL wordt. En daardoor krijg je ook meer groen, meer intensief groen. En als je dat dan ook nog verbindt richting binnenstad, dan krijg je een soort wiel met spaken. En op die manier kan je en verstedelijken en vergroenen. En wat zou je dan meer willen bouwen? Hoogbouw, studentenwoningen? Nou, we bouwen dus wat ik zei voor iedereen. Dat betekent natuurlijk, het liefst hebben we alles ook betaalbaar. Maar we zien ook, dan moeten we het eerlijke verhaal vertellen, dat in onze stad behoorlijk veel behoefte is aan woningen. Dus die prijzen, net zoals in het hele land, die stijgen natuurlijk. Maar we zetten nu al in het huidige coalitieakkoord 50% betaalbaar. D66 zegt in het verkiezingsprogramma dat naar 55% kan. Wat is eigenlijk betaalbaar? Betaalbaar zit heel erg in sociaal heb je. Mm-hmm. Daar heb je een grens voor. En dan heb je vervolgens middeldure huur. Dat zit in een range richting 1000, 1100. En ja. Vervolgens voor koop geldt daar de zogenaamde NHG-grens. Starterswoningen. Starterswoningen, ja, klopt. Ja. Oké, ga verder. Ja, en kijk, wat belangrijk is dat je vooral ook kijkt naar ook de doorstroming. Dus wat we veel zien in de stad, er is ook enorm veel behoefte aan seniorenwoningen. En dat wil je natuurlijk het liefst ook in de wijk. Dus op die manier moet je ook echt goed kijken hoe je die doorstroming op gang krijgt. En we hebben op dit moment hebben inderdaad ook veel bouwprojecten die de hoogte ingaan. Er kwam natuurlijk ook de tweede stelling al aan de orde. En we hebben ook projecten of gebieden waar we juist optoppen. Dus dat we enkele verdiepingen op gebouwen zetten. En dat kan. Dankjewel, Fleur. Ga ik naar de volgende. Priscilla van Noord, GroenLinks. Pak maar een microfoon. Yes, ja. Voor wie gaan we bouwen en waar? Ja, voor vanuit GroenLinks zeggen we moeten bouwen we moeten vooral betaalbaar bouwen. Dus er moet veel meer sociale huur bij. Wonen is echt ontzettend duur. En als we de markt hun gang laten gaan, dan eindigen we met hele grote penthouses. Prachtig mooie woningen, maar niet voor de mensen die nu in de stad wonen en nu op zoek zijn naar een woning. Dus we willen vooral betaalbare sociale huurwoningen. We willen starterswoningen en we willen woningen voor studenten en jongeren. En waar wil je dat gaan bouwen?
Dat zou eigenlijk door de hele stad verspreid zijn er plekken waar je zou kunnen verdichten. Dus inderdaad etages erop, in de tuin een mantelzorgwoning voor opa of oma, wat dan ook. Dus er, op heel veel plekken kan het, maar waar wil je echt de hoogte in? Daarvan zeggen we, doe dat bij OV-knooppunten. Zodat mensen ook snel, makkelijk gebruik kunnen maken van openbaar vervoer, niet allemaal een auto nodig hebben. En op die manier maak je heel efficiënt gebruik van het OV-netwerk wat er al is. Want je ziet vaak dat infrastructuur een heel grote kostenpost is bij nieuwe bouwprojecten. En maak dan gewoon gebruik van de trajecten, de rails die er al is. Ga daar langs bouwen. Dan hebben mensen dus ook niet allerlei andere vervuilende vervoersmiddelen of wat dan ook nodig. Dus dan kom je bij Centraal Station, bij Lammenschans en langs de grote toegangswegen naar Leiden. Dus bijvoorbeeld langs de Willem Zwijgerlaan. Daarvan zeggen we, daar mag best wel wat meer hoogbouw plaatsvinden. Okay. Dankjewel, Priscilla. Dan gaan we naar Alissa Voorwad, VVD. Voor wie gaan we bouwen en waar? Ja, voor wie gaan we bouwen? Allereerst zien we, als we kijken naar de cijfers in Leiden, dat we met name een enorm tekort hebben aan betaalbare huur- en koopwoningen. Mm-hmm. Als VVD zeggen we gaan dus veel meer bouwen. En dan heb ik het over betaalbare huurwoningen en koop voor jongeren, voor ouderen en voor gezinnen. Waar moeten die dan precies komen? Ja. Wat ons betreft kan dat in eerste instantie gewoon in onze stad, het verdichten gaat het dan bijvoorbeeld om. Maar we schuwen bijvoorbeeld ook geen hoogbouw. En als we dan die verschillende soorten woningen bouwen, dan krijgen we ook die doorstroming op gang, waar Fleur Spijker het net ook over had. Want het probleem is op dit moment dat er best wel veel mensen zijn die scheef wonen in sociale huurwoningen. Dat zijn mensen die op dit moment eigenlijk te veel geld verdienen om in die woningen te mogen wonen. Maar ze kunnen ook nergens heen. Dus als wij zorgen voor die betaalbare huur- en koopwoningen, dan kunnen ze uitstromen. Dan is er vervolgens ook weer plek voor al die mensen die op de wachtlijsten staan voor die sociale huurwoning, dat zij ook daar terecht kunnen. En zo krijgen we langzamerhand die doorstroming op gang, zodat er voor meer mensen woningen beschikbaar zijn in de stad. En dan is er nog één laatste ding. Ja. Belangrijk is om te noemen, wat ons ook weer onderscheidt van andere partijen. Kijk, Leiden is inderdaad gewoon best wel vol aan het raken. Daar hebben we het net ook over gehad in het eerdere debat. Wat ons betreft gaan we ook onderzoeken wat er mogelijk is om in de Oostvlietpolder te bouwen. Ik weet dat dat een heftig woord is en dat daar ook in het verleden veel discussie over is geweest. Maar als het aan ons ligt, gaan we kijken of we daar de meest groene wijk om te wonen en werken van kunnen maken. Omdat we gewoon zien, er zijn grenzen aan groei en we denken dat daar plek is. En dat we daar ook een mooie balans zouden kunnen vinden tussen enerzijds de natuur, maar ook meer woningen. Ja, ben benieuwd wat de andere partijen daarvan vinden. Dank je wel, Alissa. Bo Lemmens, PvdA. Dankjewel. Wie gaan we bouwen en waar? Wonen is voor de Partij van de Arbeid ook een van de belangrijkste thema's dit jaar. En voor de Partij van de Arbeid mag het niet uitmaken wat de dikte van je portemonnee is, om te kijken of je kunt wonen in Leiden. Dus het zal geen verrassing zijn, en het is ook niet echt afwijkend van de rest van de partij, maar meer betaalbare woningen. We zetten daarin in op meer sociale huurwoningen met een 40-30-20 norm. He, meer studentenwoningen en meer starterswoningen en doorstroomwoningen. Dat we ook zien dat die beweging op die woningmarkt weer op gang gaat komen. En je hebt vaak investeerders of projectontwikkelaars die de stad willen gaan bouwen. Zou je dan echt eisen moeten gaan stellen aan die mensen van de projectontwikkelaars? We zullen zeker moeten gaan kijken naar de voorwaarden voor de verhuurdersvergunningen. We hopen en we gaan ook inzetten erop dat woningbouwcorporaties die sociale huurwoningen voornamelijk gaan bouwen. Daar kunnen we ook goede afspraken mee gaan maken. Ja, ik zie bijvoorbeeld bij het station is er net een nieuwe woningen neergezet vanaf €1200 per maand, exclusief gas, licht en water. Dat is wel prijzig, toch? Ja. Ja. Volgens jullie zou dat niet meer mogen gebeuren? Nou, niet meer mogen gebeuren is wel heel heftig, tuurlijk. Hé, je moet een diversiteit in die woningmarkt gaan krijgen. Maar we willen inzetten op voornamelijk meer bouwen van sociale huurwoningen. Dan zullen om de woningbouwopgave te moeten voor maken minimaal 10.000 woningen bij gaan komen in Leiden. En daar willen we ons keihard voor gaan inzetten. Dankjewel, Bo. Gaan we naar het CDA. Josine Heijnen. Jouw voorganger zei ooit geen Hongkong aan de Rijn.
Ja, dat, toch? Is, dat willen we nog steeds niet. Ja, maar dat zien we toch niet. Dat hebben we best zien gebeuren de afgelopen ja. 4 jaar. Ja, net kwam het in de discussie natuurlijk over die bevolkingsgroei al naar voren. En dat is eigenlijk ook wat een aantal vorige sprekers hier zeiden. Hè, dat middeldure huur en koop. Dat is dus wat ik net bedoelde met die zandlopersamenleving. Er is in Leiden heel veel te koop te huur voor mensen met een dikke portemonnee. Er wordt ook heel veel sociale huurwoningen gebouwd. Waar overigens 20% in scheef huurt. Dus dat is ook voor het CDA een incentive om daar aan te werken. Maar we zien dat die middeldure huur en koop in onze woningbouwvisie is opgenomen. Maar dat we toch in Leiden achterblijven met het realiseren van woningen voor die doelgroep. En ook is dat middenhuur inderdaad tot aan €1100, exclusief ongeveer. En je ziet dat als je dat overlaat aan de markt, dat de prijs dan bijna altijd €1100 exclusief wordt. Of wat ik net noemde in Lores, 29 vierkante meter voor €750 exclusief. Dus we hebben ook net een voorstel ingediend om bijvoorbeeld corporaties meer in staat te stellen, eigenlijk meer ruimte te geven om ook in dat lagere segment van die middenhuur, dus zo tot €900, daar ook woningen te kunnen realiseren. Omdat ze ook zelf hebben aangegeven, als we dat doen hebben wij ook meer investeringsruimte, kunnen we ook onze eigen huurder laten doorstromen. Dus dat is even ook een concreet voorstel wat wij hebben gedaan. En waar? Waar we bouwen. Ja. Nou, wij zeggen ook inderdaad, hè, dat is Hongkong aan de Rijn werd meteen geplucht als nou geen hoogbouw of niet bouwen. Dat is niet zo. Wij zien ook inderdaad bij OV-knooppunten dat we daar wel wat in de hoogte kunnen gaan. Wij vinden zelf dat 70 meter hoog genoeg is. Maar wij stemmen ook zeker voor al die projecten dus waar het kan. En dat zijn ook inderdaad vaak projecten waar je dan geen auto of zo hebt. In het algemeen stemmen we voor dit soort plannen, maar zijn we ook wel sceptisch over. Omdat toch sommige mensen die misschien niet een 9-to-5 baan hebben, waar je makkelijk met OV geraakt, ook toch in Leiden moeten blijven kunnen wonen en werken. Ja, CDA wil dus geen hoogbouw in het centrum. Toch? Je kan, kijk, je kan ook zeggen dat het op zich het station is natuurlijk ook min of meer in het centrum. Ja. Dus dat heeft de OV-knooppunten. Kijk, we hebben ook ooit een voorstel gemaakt. Dus dat is denk ik wat ook aansluit bij wat jij net zegt. In Amsterdam is bijvoorbeeld, als je ergens gaat bouwen, mag het niet meer dan 25% hoger zijn dan wat daar al staat. En daar zie je dus dat vanuit de binnenstad naar de zijkanten heel veel hoger gebouwd wordt. En dat je de binnenstad zo behoudt. Ja, dat voorstel heeft het helaas niet gered, maar dat is wel iets wat dus het CDA ziet als bouwen passend bij de stad. Ja. En die 85% appartementen is natuurlijk best veel. Dat betekent dat je maar 15% grondgebonden woningen hebt. En dat is iets wat wij graag meer zouden willen zien. Maar zoals net al zei, wij hebben ons wel gecommitteerd aan die bouwopgave van 8500 woningen tot 2030. Maar we gaan niet daarna nog eens exponentieel to the XL daar woningen aan toe. Dat was het wel tot 2030, bedoel je? Nou, dat is nu de plan die we nu hebben. Daar wordt ook gesproken, nou, dan gaan we nog eens 2500 woningen toevoegen tot 2030. Ja. Extra, maar wij zeggen nee, die 8500 is echt genoeg. Dat is al echt fors. Genoeg, ja. Dankjewel, Josine. Gaan we naar Martine van Schaik, Partij voor de Dieren. Voor wie gaan we bouwen en waar? Ja, voordat ik daar op inga, mag ik even inhaken op, want het O-woord is gevallen, de Oostvlietpolder. Ja, ik dacht al. Ja, en jeetje, de VVD wil de laatste groene polder volbouwen met woningen. Nou, dat is toch echt heel erg. Nou, oké, zo zei je het niet. Dat is maar het onderstreept een beetje het punt wat ik maakte in het debatje wat we eerder hadden. Als we geen duidelijke grenzen stellen aan de groei, dan krijgen we dit soort initiatieven. Die blijven maar oppoppen. Eerder hadden we al bedacht, oké, de Oostvlietpolder blijft groen. Maar blijkbaar is het niet voldoende om dat statement te maken. We moeten dat echt gewoon vastleggen. We moeten de Leidse parken, dus ook de Oostvlietpolder, die moeten we gewoon tot beschermd natuurmonument verklaren, zodat er geen VVD meer aan kan komen. En ook geen andere partijen die niet durven te zeggen, er zijn gewoon grenzen aan de groei, aan wat we kunnen accommoderen in Leiden. Ik hoorde alle partijen eigenlijk over elkaar heen buitelen van nou, zoveel procent dit, zoveel procent dat, en voor deze doelgroep en deze doelgroep. Ja, ik wil het toch ook weer even de aandacht vestigen op het groen en op de dieren. Die wonen hier ook, hè. Het groen is niet alleen een decor voor onze woningen. Het heeft een, ik heb het al gezegd, het heeft een waarde in zichzelf. Het heeft ook een recht om een plek te wonen, te krijgen hier in Leiden. Dus wat de Partij voor de Dieren betreft is het nu even klaar met de woningbouw. Er zitten er 8500 in de pijplijn, dat is voldoende. Waar we op moeten inzetten is het leefbaar houden voor mens en dier. Die investeringen in groen, die zijn ontzettend nodig. Het beschermen van onze parken,
Dat hebben we nodig. Daar moet onze prioriteit en daar moet onze focus op liggen. Dat is goed voor klimaat, voor biodiversiteit, voor mens en dier in de stad. Dankjewel. Focus op het groen, zegt Martine. Gaan we naar SP, Roos van Gelderen. Ik hoorde jij ook al boer roepen toen de Oostvliet volgde. Ik kan het niet laten. Ik weet niet, sorry. Dat denk ik ook niet. Ik moet stil zijn. Nee, mag je zeggen. Ja, we zijn hier op een politiek debat. En we zijn het inmiddels met z'n allen erover eens dat we een heel erg groot probleem hebben op het gebied van wonen. En daar ben ik wel blij om. Om het probleem op te kunnen lossen, moet je hem ook begrijpen waar het vandaan komt. En dan vind ik dat we met z'n allen ook even 20, 30 jaar... De afgelopen 20, 30 jaar terug moeten kijken waarin we hebben gezegd wonen is niet een basisvoorziening waar je vooral vanuit volkshuisvesting moet zorgen dat iedereen een woning heeft die kan betalen en die past. Maar dat we dat hebben gezegd, we gaan dat overgeven aan de markt en dan komt het allemaal goed. Nou, dat is met meer onderwerpen gebeurd en we zien ook dat hier echt dat de totale scheefgroei is gekomen. Ik vond net de zandloper vond ik een mooi eufemisme. Het is gewoon een grote tweedeling. Of je hebt er gewoon een dikke portemonnee en je kan mooi wonen en goed wonen. Of je hebt geen dikke portemonnee en dan is het echt al, dan ben je al blij dat je een woning vindt die je kan betalen. Betaalbaar, betaalbaar, betaalbaar. Aantal daklozen is verdubbeld, geloof ik, in de afgelopen periode. En dat vind ik een grote schande. En er kan wat aan gebeuren. Werd net, vind ik altijd frappant, het scheefwonen wordt altijd genoemd, alleen maar in het kader van mensen die meer geld hebben en in een goedkope woning wonen. Nou, ik denk inmiddels dat de scheefwonen aan de andere kant vele malen meer voorkomt. Mensen die eigenlijk hun huur niet of niet meer kunnen betalen. En dat betekent dus dat je moet bouwen bestaande woningen, zeg maar, zo moet omvormen dat iedereen daar kan wonen en dat dat betaalbaar is. Hoe bedoel je omvormen? Nou ja, je kan nieuw bouwen. Dat kunnen we in Leiden denk ik heel beperkt. Maar er zijn heel veel gebouwen die leeg staan. Laten we kraken gewoon even weer toestaan trouwens. Maar er staan heel veel gebouwen leeg of bedrijven, terreinen die we niet meer nodig hebben. Dus ga zorgen dat je dat op een snelle manier zo kan omvormen dat mensen daar kunnen wonen die nu niet aan de bak komen. Leegstaande winkels bijvoorbeeld, maar op de Haarlemmerstraat werd alles genoemd. Ja, en met dit soort discussies in 2 minuten zo'n probleem aanpakken is altijd lastig. Dus ik wilde wel één concreet voorstel noemen. Mijn collega Stefan Haas heeft volgens mij besloten dat er net ook al aandacht aan gegeven. In Rijswijk is bedacht, we gaan een woonfonds oprichten waarin zowel een gemeente geld stort als private organisaties en woningcorporaties natuurlijk. En die hebben een dermate groot budget dat zij met elkaar vanuit dat fonds kunnen bouwen, betaalbaar. Juist in dat gat tussen goedkoop en duur. En daar worden de eerste 100 huizen al gerealiseerd. En dat is, denk ik, een mooi voorbeeld dat er mogelijkheden zijn om ook binnen Leiden zoiets te organiseren. En dan sluit ik af. Wat ik heel erg mooi vond voor deze middag, is dat de wethouder daar, een vrouwelijke wethouder, nee, in Rijswijk, heeft bedacht dat woonfonds dat wat werkt, wat een bijdrage heeft aan het oplossen van het probleem. Ja. Een vrouwelijke wethouder en ze heet Beste Man. Nou. Dankjewel, Roos. Partij Sleutelstad. Patty? Voor wie gaan we bouwen en waar, Patty? Ja. Partij Sleutelstad vindt dat we voor de lage en de middeninkomens moeten gaan bouwen. Op dit moment is het gewoon een wachtlijst voor sociale huurwoningen, waar Holland Rijnland is 8 jaar. We kunnen deze mensen niet wegpesten omdat we minder mensen in de stad willen. En wonen is toch wel een hele belangrijke levensbehoefte. Maar vooral ook voor starters. Want er zijn heel veel kinderen die gewoon op dit moment het huis niet uit kunnen. Ze zitten gewoon vast.
huren van boven de 1000 euro voor kinderen die net gaan starten op de arbeidsmarkt. Ja, het zit gewoon allemaal vast. Dus daar willen we ons voor in gaan zetten. En waar zou je willen bouwen? Ja, kan niet toveren natuurlijk, maar... Oostvlietpolder werd net genoemd, wat vind je daarvan? Nou, dat is wel een hele stelling die je nu mij vraagt, waar ik nu gewoon even geen antwoord op kan geven. Dat kan, als ik ja. heel eerlijk ben. Ja, tuurlijk. Verdichten is mogelijk. Er is weinig ruimte. Er zijn puzzelstukjes in de stad te vinden. Ja, we kunnen de lucht in ook. Dat zien we als oplossing tot 70 meter. Ik had er nog een en die ben ik even kwijt. Nou, misschien krijg je hem zo nog. En dan die 70 meter binnen of buiten het centrum? Nou, binnen het centrum mogen we geen 70 meter okay. bouwen. Dat dus wist ik dan niet. Nee, ja. Ik denk dat dat voor het stadsaangezicht ook niet echt mooi is. Maar ja, op de randen waar we kunnen. Nogmaals, de levensbehoeften om voor mensen om te kunnen wonen. Ja, we moeten naar oplossingen zoeken. Ja. Ja. Of we het nou wel of niet leuk vinden. Of we nou, ja. We moeten er iets mee doen. We moeten daar echt iets mee doen, ja. Dat is zo. Dankjewel, Patty. Gaan we naar Janine, Clement. ChristenUnie. Daar komt ze. Janine, waar gaan we bouwen en voor wie? Je mag daar een microfoon pakken. Ja, dankjewel. Nou, ik zou eigenlijk liever eerst willen kijken van wat zijn nou eigenlijk de oorzaken waarom we op dit moment eigenlijk zo'n druk op de woningmarkt hebben. Als ik nu in Leiden kijk, ook hoeveel mensen woningen kopen om te verhuren als speculatie. Dat ik denk van ja, doe daar eens wat aan. Stel een zelfbewoningsplicht in. Als je een woning koopt in Leiden, dan verwachten we ook dat je daar gewoon woont. Ja. Volgens mij valt daar behoorlijk wat mee te winnen. Dus ik zoek het eigenlijk vooral in deze. Tegelijkertijd zie ik ook, we hebben het nu heel erg druk over onze eigen bewoners die moeite hebben op de woningmarkt. Natuurlijk, dat is ook zo. Tegelijkertijd hebben we als stad ook, we zijn een stad voor vluchtelingen. En ook daarvan vind ik, ook daarvoor moet plaats zijn in deze stad. En we hebben allemaal gezien wat er nu in de wereld gebeurt. De Oekraïners die straks ook een plek nodig hebben. Ik zou toch wel willen dat we als stad, ondanks onze druk op de woningmarkt die er is, warmhartig opvang zorgen voor deze mensen. Dankjewel, Janine. Applaus, zelfs voor jou. Gaan we naar de volgende. Je mag weer gaan zitten. Pretty Rana, Leiden participeert. Ja, Pretty, waar gaan we bouwen en voor wie? Ja, voordat ik die vraag beantwoord. Wij zeggen dat we ook heel goed moeten kijken naar de huidige bouwplannen. En als je ergens een woontoren wil hebben, max 70 meter, dat je eerst je goed overlegt met mensen moet kijken of het ook kan. Want we hebben het net over wonen gehad. En daarvoor had het heel druk over participatie, maar het P-woord was dan weer niet gevallen. Dus bij deze, het P-woord, participatie, het betekent dus ook dat je in heel goed overleg met buurtbewoners, ondernemers, scholen, alles wat er omheen zit, moet kijken of dat kan. Haal ook bij die mensen op hoe zij dat zien. Want heel veel mensen willen daar ook over in gesprek. Ja. Dus bijvoorbeeld een woontoren, waar kan dat dan? En ik denk ook, we kunnen niet alles meteen aanpakken. Er werd al gezegd, het is zo'n groot probleem, dat gaan we ook niet morgen opgelost hebben. Ik denk dat je ook moet gaan kijken naar waar de pijn ligt in de maatschappij. Dus bijvoorbeeld heel veel jonge mensen die bijvoorbeeld niet kunnen wonen hier, die dat wel heel graag willen. Die misschien ook wel juist dichter bij hun ouders willen gaan wonen met jonge kinderen. En daarnaast ook mensen die sociale huurwoningen nodig hebben. Bijvoorbeeld mensen, vrouwen ook, die in hele onveilige situaties leven. Ook zij moeten een veilige woning kunnen vinden in onze stad. Dus dat vind ik ook heel belangrijk. Ja. Je zegt mensen laten betrekken bij de woningbouw. Hè? Willen mensen wel een woontoren in een tuin? Om maar een mooie afkorting erin te gooien. Precies, ja. Dat is inderdaad hele mooie. Moet het inderdaad in de tuin van iemand? Of kan het inderdaad aan bepaalde grenzen van de stad? Ik was heel eventjes bang dat je zou zeggen, willen mensen wel participeren met woontoren? Oh, dacht nee. Niet. Dat willen ze vast wel, ja. Dus ik denk dat de pijn in de stad wel heel erg duidelijk is. En dat de manier waarop we het woonprobleem hebben willen aanpakken, dat gewoon voor heel veel frustratie en pijn heeft geleid in de stad. En dat ook echt op de schop moet. Dus ook de huidige bouwplannen die er liggen. In hoeverre zijn burgers daar goed bij betrokken geweest? Dus voordat we eigenlijk voortbouwen op wat er al is. Door te zeggen, ja maar daar of daar. Wil ik even een stapje terug doen. Hoe is dat proces gegaan? Want ik wil eigenlijk niet weer lead taferelen in deze stad. Want het wantrouwen tussen overheid en burger wordt dan alleen maar groter. En dat is absoluut niet wat we willen. Dus gaan het aan de burgers vragen of zij het goed vinden om
Laat ze meedenken. Ja, laat ze meedenken. Respectvol en als partner. Ja. Ja. Dankjewel, Pretty. Kato Wegge, studenten voor Leiden. Waar gaan we bouwen? En voor wie? Ik denk dat je het voor studenten gaat zeggen. Oh, studentenhuizen. Ja, ik denk dat voordat we overgaan op het hey, bouwen, waar gaan we bouwen, wat gaan we bouwen, dat we echt moeten gaan kijken wat voor ruimte hebben we al in onze stad. Wat staat er al? Er staat ongelooflijk veel leeg. En daarnaast vind ik dat GroenLinks en PvdA, die hebben net gezegd, oh ja, als we gaan bouwen, dan doen we dat echt heel graag voor onder andere studenten. Dus die vinden studentenhuisvesting heel belangrijk. Dan vind ik het ergens heel erg hypocriet, sorry dat ik het zeg, dat er dan in de raad wel tegen een verkameringsbeleid wordt gestemd. Waarom gebeurt dat? Wie stel je dan voorop op dat moment? Want de studenten zijn het niet. Studenten zijn veel meer gebaat bij panden die er al staan, die verkameren. Daar met meerdere mensen wonen. Met extra nadruk op een gemeenschappelijke ruimte. Op fusies. Want de mentale gezondheid van studenten, die gaat er ongelooflijk op vooruit op het moment dat we samen zijn. Dus dan neem je de druk ook weer weg van een ander deel waar de raad bij stil moet staan. Mentale gezondheid van onder andere studenten. Zijn er veel studentenwoningen nodig momenteel in Leiden? Absoluut. Ja, vraag het aan iedere student, denk ik. Je hoort om je heen, er wordt gehospiteerd totdat ze geel zien. Het is echt niet normaal. Mensen die krijgen... studenten komen niet aan een huis. Tegelijkertijd is er een redelijk duidelijk signaal vanuit de universiteit naar voornamelijk buitenlandse studenten. Kom studeren in Leiden. Leiden is nou eenmaal een studentenstad, een universiteitsstad. De universiteit is ongelooflijk oud. Waarom richten we de stad daar dan niet op in? Ja. Wat zou je van een campus vinden? Ik denk dat een campus geen slecht idee is. Ik denk dat het, wat ik zeg over gemeenschappelijke ruimtes en fusies, het contact onderling tussen alle studenten is heel belangrijk. En niet alleen studenten. Ik denk ook, voordat we het gaan hebben over bouwen, mochten we toch aan bouwen toekomen, ga met studenten, als je bouwt voor studenten, in gesprek. Bijvoorbeeld het Omega-plantsoen is nu gebouwd, ziet er goed uit. Zijn er gemeenschappelijke ruimtes? Nee. Waarom zijn die er niet? Waarom zijn we niet, voordat we daar geld tegenaan hebben gegooid als gemeente, in gesprek gegaan met studenten, met starters, van wat is er nodig? Ja. Want dat hadden ze je meteen verteld. Dus zeker op het vlak van wonen, maak beslissingen met ons. En niet alleen maar hier. Over ja. ons. Ja. Dankjewel, Kato. Wieteke, als laatste. Klimaatactie nu. Kom erbij. Voor wie gaan we bouwen en waar? Ja, het is altijd grappig dat ik altijd de laatste ben. Ik zeg ook altijd, als er een feestje is, ik ga echt op tijd naar huis. Ik ben altijd degene die het deurtje dicht doet en als laatste gedag zegt. Er is natuurlijk al heel veel gezegd. En ook tijdens de stellingen die ik had, werd er natuurlijk ook heel veel over gezegd. Kijk, in principe zeggen wij eerst kijken inderdaad naar de ruimte die er is. Wat we al heel veel mensen hebben gezegd, er staat nog zoveel leeg. Winkelpanden, kantoorpanden kunnen we allemaal ombouwen in kleine, klimaatneutrale woningen. Alles klimaatneutraal en ook klimaatneutraal opleveren, zodat gelijk ook die ecologische voetafdruk kleiner wordt. En dan kunnen we het ook ombouwen naar sociale en middenhuurwoningen, want daar is natuurlijk behoorlijk veel behoefte aan. Ik hoorde het woord campus al. Wij zijn op zich voor een campus, studentencampus op de Bioscience Park, waardoor natuurlijk ook weer wat lucht komt in de stad. Maar zolang het allemaal maar klimaatneutraal gedaan wordt. Met zonnepanelen? Als het kan. Ja, en zoals ik al zei, de vorige keer geen parkeerplaatsen er extra bij. Dus daar waar je normaal een parkeerplaats neer zou plempen, kan je dan ook weer een groenstrook, een tiny forest of desnoods een sociaal wijkparkje of iets oprichten. En je kan ook denken aan dakterrassen, waardoor je ook extra groen erbij krijgt. Dus het is eigenlijk nog wel heel veel mogelijk, denk ik. Ja. Dankjewel, Wieteke. We hebben nu alle 12 vrouwen gehad die op deze dit onderwerp mochten reageren. Je zou denken, we zijn nu klaar, maar dat is nog niet zo. Ik wilde even naar voren roepen Nienke Ledegang. Zij is namelijk van Leiden helpt Oekraïne. Ja. Pak hem, ik kan.
Hij staat aan. Okay. Ja, we hebben nou ja, heftige oorlogen in Oekraïne. En je hoort al wat mensen die acties zijn begonnen om Oekraïne te helpen. Jij bent ook samen met een aantal mensen samengekomen, hè? Dat klopt. En dat is echt eigenlijk pas... Nou, nee, ik moet goed beginnen. Het is natuurlijk begonnen met een actie die jullie denk ik allemaal hebben meegekregen. Van Roald Laporte, de container. Eigenlijk heel Leiden is in beweging gekomen. En dat is fantastisch, want ja, dat toont ook wel aan hoe wij, hè, ondanks de verschillen die we hier ook hebben gehoord, als Leiden toch echt één zijn en onze gevoelens... Ja, van onmacht en verdriet met elkaar delen. En tegelijk in de actiestand willen komen. Eigenlijk pas gisteren zijn we met een ander groepje bij elkaar gekomen. Hebben gezegd, nou jongens, dit gevoel, deze actiebereidheid. Het is er zo hard nodig. Er is zoveel nodig. Wij willen Leiden helpt Oekraïne groter maken. Acties ondernemen. Wat er vooral nodig is nu, is geld. Rode Kruis, Giro 555. Dus wat wij gedaan hebben is op dit moment twee concrete sporen. We kijken of we een benefietconcert kunnen organiseren. En we kijken, dit wordt al geregeld, siliconen bandjes die verkocht kunnen worden. Die zijn al in bestelling. Die gaan we verspreiden via de ondernemers in Leiden, via de bedrijven, via iedereen die dat aan de man wil brengen. Daarnaast is de website die Roald in allerijl in de lucht heeft gebracht, hebben wij overgenomen. Daar worden alle acties van Leidenaren op verzameld, die ook voor ditzelfde doel aan de slag zijn. Ik ben heel blij dat ik dit podium dus heel even krijg om dit nu onder de aandacht te brengen. Want er zijn heel veel belangrijke onderwerpen, maar ja, dit is er één die in elk geval mij en... wat ik heb gezien, eigenlijk alle Leidenaren heel erg aan het hart gaat. Ja, met wie doe je dit, Nienke? Trudy Kwik is eigenlijk een bekende naam in Leiden. En een dame, weer een dame. Een vrouw weer, hè? Die hiervan heeft gezegd, van ik pak dit over van Roald. Uiteraard gaat wat dat betreft wel de credit naar de mensen achter Roald. Laporte zijn initiatief. Maar Trudy heeft mensen om zich heen verzameld uit allerlei geledingen. Ik ben zelf bestuurslid van de Leidse Sportfederatie, dus ik ken veel sportverenigingen in Leiden. Ondernemers zitten erbij. Emiel staat hier, Emiel van Aals. Dat is natuurlijk iemand met een ongelooflijk groot netwerk. En ik, ja, we worden vandaag, het is dus gisteren voor het eerst bekoppen met elkaar, vandaag al allerlei acties uitgezet. De Stadsgehoorzaal heeft gezegd mee te willen denken in eventueel een plan voor dat benefietconcert. Nou, hoe dat allemaal concreet gaat worden, kan ik ook nog niet zeggen. Maar het gevoel, de energie, de bereidheid, het is zo groot en hartverwarmend in een hele moeilijke tijd. Hey, hoe kunnen we jullie helpen? Nou ja, natuurlijk door als jullie van initiatieven horen naar die website www.leidenhelptoekraine.nl te gaan om te kijken... Of je er al tussen staat en heb je een actie, meld je bij ons aan. De contactgegevens staan daar ook. Natuurlijk, iedereen hier heeft ook grote netwerken. Dat kan niet anders. Dus steun je de initiatieven. Laat het ook weten via al je kanalen. Dat helpt enorm. Ik denk dat we hierin meer verenigd kunnen raken dan ooit. En wat is er eigenlijk mooier in een verkiezingstijd dat je, ondanks de verschillen die er zijn, ook... verbindend te werk kan gaan. Dus zoek die verbinding ook. Dat is heel, dat zou mooi zijn. Ja, en hoe kunnen we jullie volgen? Nou, op dit moment dus, de website wordt op dit moment, as we speak, omgeturnd. www.leidenvooroekraine.nl. Ja, van daaruit moeten we nog van alles gaan starten. Dus er is nog op dit moment geen social, maar dat zal niet lang duren. Ja. We laten van ons horen. Ja, laat van je horen. Dankjewel dat je dit doet. Ja.